weer tijd voor de interactieve live show met bellers, chatters en skypers. Dekst Radio Live. Dekst Radio Live. Dekst Radio. Met bekende Vlamingen. Oh la la. Oh la la. Goedenavond vrienden en vriendinnen. Vrijdagavond. Live bij Dekst Radio. Hier is uw gastheer voor vanavond. CDV. Ja, hele goede avond iedereen. Het is weer vrijdagavond, dus weer hoog tijd voor dat favoriete interactieve programma hier bij Dekst Radio. En we zijn tot de klok van 11 uur volledig live. We zijn live. Live. Kijk onze studio binnen via onze gratis webcams. En chat mee online. Met de luisteraars en je favoriete VJ. Surf nu naar www.tekstradio.be. De voorlaatste Tekstradio Live XL van dit seizoen. Voor we het zomerseizoen gaan starten. En we hebben weer fantastische leuke gasten uitgenodigd. Dag Barty Boy! Buenas dias, zou ik zo zeggen. Hallo. Ja, we hadden dan eigenlijk de dinsdag al afgesproken en eigenlijk hadden we geen keus natuurlijk om op de radio meteen ja te zeggen. We hadden jou meteen uitgenodigd natuurlijk om jouw bruin koppeke te laten zien. Ah, ja, uw rood bovenlijf. Mijn rood daar bovenlijf, ben je ook al in geslaagd. Inderdaad. Maar straks als er iemand moest bellen en de vraag stelt van laat uw wit gat een keer zien, dan zal ik dat doen. Zeker blijven kijken en luisteren tot het eind van het programma, want ja, het beste nou, we hadden tot het einde natuurlijk. Inderdaad. Hè. Ook in de studio, Davy Wouters. Een hele goede avond. Dag Davy. Ja, voor jou is het denk ik zo al een jaar of twee geleden. Ja, denk het is al even geleden. Hè? De tijd voor de corona eigenlijk met de eerste singlevoorstelling van Mijn Engel. Ja, klopt. Dus klopt. Dat is toch wel 2 jaar geleden ongeveer. Inderdaad, nog in de oude vertrouwde studio in Aarschot. Ja, hè? Ja. Zeg, heb je heel veel reacties gekregen toen, na jouw passage hier bij Tekst Radio? Ja, daar zijn toen heel veel reacties binnenkomen. En ik ben weer heel blij dat ik er vandaag terug kan bij zijn natuurlijk. Hè. En... we zijn hier niet alleen, want, jawel, geef hem een daverend applaus. Na 15 weken de huisfotograaf te zijn, mag hem ook eens vanavond te gast zijn. Jurgen van Loo! Hallo! Ja, en Jurgen, jij vertegenwoordigt vanavond een beetje zo Queen of the Models, hè? Ja. Want jammer genoeg is de deelneemster Kiara is ziek en kon er jammer genoeg vandaag niet bij zijn, maar... we hebben natuurlijk wel telefonisch contact, dus daar kunnen ze dan de microben dus, niet doorgeven. Dat is geweldig. Dus straks, Kiara, dus horen we ze nog natuurlijk via een telefoonverbinding. Ja, heren, ja, eigenlijk al weken aan een stuk girl power. Hè? Ja, Jurgen, je zei het daar straks toch? Ja, het is eindelijk een keer man power. Mannen weten waarom. Zeg Jurgen, vertel eens, hoe lang zit je eigenlijk al in het vak? Hoe lang ben je eigenlijk al sfeerfotograaf bij Queen of the Models? Ik ben eigenlijk al 5 jaar fotograaf, normaal gezien. Maar Queen of the Models ben ik eigenlijk al 3 jaar. 3 jaar, dus ja. Eigenlijk sinds het begin eigenlijk toch al? Ja, ongeveer, ja. Ja. Zeg, en hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Ik heb een show meegevolgd van hun. Ja? En in Brederoe dacht het was. Ik vond het al redelijk wel iets leuks. En jij dacht van, ola, dat ze daar allemaal knappe genieten, die wil ik allemaal voor mijn lens. Ja, een beetje, ja. Ja, zeg, nu sinds dit jaar natuurlijk, elke aflevering natuurlijk, kom je dan mee natuurlijk. En nu na 15 weken mogen we daar een keer eindelijk zelf zitten. Hoe voelt dat daar om daar een keer te mogen zitten? Elke keer is het anders. Ja? Mijn zetel wil ik altijd in beslag nemen. Dus ja? Ja, die stoel zit wel wat harder, maar goed, ja. Je moet een stevig gat hebben natuurlijk, ja. Om daar te zitten. Zeg, maar ga je nu foto's van jezelf trekken? Ik ga proberen. Zeg, Davy Wouters, ja, vertel het eens. Hoe gaat het met jou? Waar ben je de dag van vandaag allemaal mee bezig? Want ik heb begrepen dat er heel veel fans op de webcamstream aan het kijken zijn naar jou. Want de mensen kijken graag naar jou. Ja, zeker vast. We zijn tegenwoordig met zo'n beetje van alles bezig. Heel veel optredens, heel veel. Zelfs een agenda die loopt overvol. Met de optredens. En we houden natuurlijk ook nog in de loop van de week af en toe een keer een livestream voor de fans eigenlijk. En verder natuurlijk het dagelijks werk met de busjerijen. Het busje komt zo. Ja, we hebben daar nogal snuiten van jou gezien. We zien daar dikwijls op Facebook zo'n keer een filmpje van TikTok komen dat ik denk van oké, de Davy die is op zijn eigen TikTok. Hè? Ja. Vooral met die snuit. Ik zou zeggen, trek een keer de snuit daar voor de lens. Ja.
Ja, heel af en toe hebben we zo pauze. Ik heb zo een kleine tijd zo voor een keer gewoon iets grappigs te doen of zo. En natuurlijk doe dat natuurlijk heel graag. Hè. Ik heb vroeger dan meegaan met de rusthuisclowns. Dat was niet anders dan van die snuiten trekken en gekke bekken trekken. Dus, ja, ik lees het trouwens op onze chatbox. Elvierke zegt bijvoorbeeld van... Davy, ik lach me ziek met jouw filmpjes. En ik moet eerlijk gezegd toegeven, deze morgen heb ik er ook weer zien eentje voorbij. Maar ik, je wordt er gewoon vrolijk van. Laat ons gewoon eerlijk zijn. Maar ik dacht dan eigenlijk zo'n filmpje af te halen om het te kunnen laten zien hier bij Tekstradio. Maar nee, vergeet het, hè. Ik heb het allemaal op mijn gsm staan. Ja, dat wel. Ja. Hij heeft het onmogelijk gemaakt om het af te halen. Verdorie, hij wist het. Hè. Ja, hij wist het. Hè. Hij wist al wat je ging doen. Hè. Ja, je mag altijd je gsm een keer bovenhalen en een keer eentje laten zien. Nou, dat kan de mensen thuis. Hè. Want heel veel mensen zijn aan het kijken trouwens. En straks kan je ook interactiveren. Je kan ook chatten hè, met Davy, Jurgen en Bart, die boy. Want ook zij zitten op onze chatbox. Heb je zoiets van, ik raak niet binnen? Dan kan je natuurlijk ook chatten op www.tekstradio.be. Je downloadt gewoon ook gratis de Tekstradio-app. Die is heel toegankelijk. En dan kan je ook vragen stellen natuurlijk op onze chatbox. En daar zullen de gasten natuurlijk ook antwoord dienen. Maar je kan vanavond in de prijs... Ze vallen €50 door te gaan draaien aan ons fantastisch mooie rad. Er is maar één voorwaarde. Binnen geraken, 011-19-01-13, dadelijk als de lijnen opengaan. En dan stel je gewoon een vraag aan onze centrale gasten hier in de studio. Ja, Bartyboy, vertel eens, hoe was het op verlof? Warm. Warm? Ja, warm. Inderdaad. Nee, het was daar heel leuk. Ik heb een dikke 12 dagen in regio... Salou of Salau, of hoe dat ze het ook uitspreken. Ben je dan naar PortAventure geweest? Nee. Dat is toch een heel groot pannenpark, hè? Ik heb het wel gezien. Ja, ik heb het wel gezien, de attractie. Maar je dacht van, nee, ik ga niet van de grond. Nee, nee. Toch niet op die manier. Ik ben wel eigenlijk zo... want nu in Antwerpen, de Cinque voor, omdat het Cinque geweest is. Ja? Maar in Cambrils, naast Salau, hadden daar ook zo'n soort voor- en jaarmarkt. En daar ben ik wel naartoe geweest. En heb je voorwijf gevonden? En ik heb daar serieus veel voorwijven zien rondlopen. Met niet al te veel aan zo. Dat ik dacht van ja, dat is zomer, kinder. Maar dat heb je graag, hè? En daar stonden zo rare attracties. Rare attracties, inderdaad. Met heel veel stieren en zo. Een attractie met stieren op en dan... Maar dat is typisch zo, Spaans, een hè? Soort mechanische stier, maar dan zitten dat zo met 4-5 man op. En dan draait dat in het rond en dan moeten daar proberen dus blijven op te zitten. Wat dat ik dan zie de Davy al kijken, oh, daar wil ik graag op zitten en een filmpje maken van TikTok. Ja, eigenlijk wel. Dat zou echt iets voor mij zijn. Hè? Echt iets voor u zijn. Trouwens, ik lees op onze chatbox, ons Woutje zegt, ja, maar CDV die kan ook smoelen trekken. Maar geloof me, als je die van Davy gezien hebt, daar is dat van mij maar klein bier tegen, hoor. Zeg maar, mijn engel, ja, die heeft het ook goed gedaan in 2020. Hè? Vertel eens wat over die single. Want dat was jouw eerste officiële single, hè? Ja. Dus dat was de allereerste die ik gemaakt heb. Eigenlijk een hele andere tour opgegaan. Want vroeger was ik dan countryzanger onder naam Dave Gerrit. En hebben we eigenlijk een hele andere tour opgegaan naar Nederlandstalige muziek. Vandaar ook de nieuwe naam Davy Wouters dus, mijn echte naam. En zo zijn we terechtgekomen bij onze Steven Lambert. Mm-hmm. En die heeft dan het liedje, die zei tegen mij van... Oh, ik heb een mooi liedje liggen, je moet eens langskomen. En dan ben ik naar Steven gegaan en ja, dat liedje dat sprak mij direct aan. En zo ben ik dan dat liedje gaan opnemen en dat heeft direct heel hoog gestaan in de toplijst en heeft heel lang zelfs, meegedraaid. Zomerhit-nominaties gehad. Ja, ik herinner mij trouwens bij Radio Friends, onze goede collega's, onze bevriende collega's, dat je daar zelfs de zomerhit in de huis hebt gehaald, hè? Daar had ik de zomer in 2020. Voilà, hè. En wij gaan die zomerhit uit 2020 nog eens op de luisteraar loslaten natuurlijk. Mijn engel en Davy Wouters. De warmste radio. Tekstradio. De hele zomer lang. Met de beste hits. Voor jong en oud. Nooit vergeten dat ik jou zag. Je zat op de grond en mijn hart was van slag. Gevoelens die spraken, de liefde werd echt. Ik was niet te stoppen, was aan je gehecht. Mijn leven betekende niets zonder jou. Heb jij wel door hoeveel ik van je hou? Als je weer zo naar me kijkt, heb je mijn ziel weer bereikt. In de hemel zijn er ik heb er ook één bij mij. Jij bent er zo één. Ja, zo ben jij er één. Als
jij een traan was, zou ik nooit huilen. Ik was te bang dat ik je kwijt zou raken. Ik bleef de hele dag maar lachen. Voor verdriet moest ik waken. Als jij een traan was, zal ik nooit huilen. Je leeft amper goed in mij. Ik raak je nooit meer uit de dood. Want mijn engel, dat ben jij. Dank je waar ooit onze liefde begon. Daar kuste ik jou in het licht van de zon. Ons bestaat nu alleen maar met jou. Voor altijd verbonden door eeuwige trouw. De band van de liefde die groeit met ons mee. Alles wordt mooier voor ons alle twee. Je weet wat ik denk, wat ik voel. En wat ik daarmee soms bedoel. In de hemel zijn er engelen. Ik heb er ook één bij mij. Jij bent. Zo ben jij er een. Als jij een traan was, zal ik nooit huilen. Ik was te bang dat ik je kwijt zou raken. Ik bleef de hele dag maar lachen. Voor verdriet moest ik waken. Als jij een traan was, zal ik nooit huilen. Je leeft amper goed in mij. Ik raak je nooit meer uit. Dan ben jij. Jij zit diep in mijn hart. Je laat me zien wat echte liefde is. Je hebt me in je macht. Je weet niet wat je doet met mij. Met mij. Dat ben jij. Voilà, zijn volledig live. Hele mooie single trouwens, hè, mijn engel vanuit Davy Waters. Ja, je hebt dat toen live in de studio komen voorstellen, toen, ja, twee klopt. Jaar geleden. Was een leuke uitzending, hè? Amai zeg, met onze Johan Veugelers bij ons. We hebben daar meer aan het lachen geweest. Het ging daar vooral ook over veugelen, hè? Ja, vooral veugelen kwam er heel veel aan te pas. Weet je wat? Zullen we nog een keer gewoon terugflashen naar toen? Zullen ja, we nog ja, een keer? Ja, gaan we zeker, nog eens doen? Zeker. We gaan nog eens terugblikken naar toen met Davy Waters en Johan Veugelers samen in de studio. Welkom in de BNE Top 50 Zomershow. Met bekende Vlamingen. Wat een show! Hey, een hele goede avond. Voor de tweede keer trouwens hier met Next Radio. Inderdaad, ja, ik ben blij dat ik ook hier erbij mag zijn. Lekker dichtbij trouwens. We zijn al zenuwachtig. Ben je zenuwachtig? Ja, want ik ken je een beetje. Ik ben benieuwd wat voor vragen het gaan worden. Ah, maar ik heb eigenlijk eentje voor jou, zo'n exclusieve zo. Hè? Zo accordeon of micro? Oh, nee, hè. Oh. Ik ben wel een gever. Nee. Ja, maar jij begint te lachen. Jij maakt het smerig. Maar jij geeft mij de smerige blik. Oh, ik was even vergeten dat de mensen kunnen meekijken. Maar ik denk, om het dan toch netjes te houden, om er een mooie uitleg aan te geven. Ik denk als je geeft, dat je ook veel terugkrijgt. Ja, op zo'n terras. Ja. Op zo'n terras gaan zitten en alleen maar mensen kijken. Lachen, man. Maar jij bent aan het kijken, hè? Ja, zeker. Nu gaf jij een vieze blik, hè? Staat de camera goed? Kijk, de eerste keer is toch altijd een beetje... Ja, dat is net alsof je de eerste keer in een auto rijdt. Hè? Kijk, de tweede en de derde keer is dat het leuker. Dus ik hou het meestal bij het free night stand. Ah ja, waarom je dat wilt zeggen? De eerste keer dat je het betalen die vindt of zo. Laten we gewoon gaan luisteren naar die plaat, ja. Door alles wat je doet, ben ik betoverd. Door alles wat je zegt, heb jij me al veroverd. Ik wil dat jij vannacht heel dicht bij me bent. Ik wil met jou een one night stand. Toen was mijn solo carrière ook nog wel op een lager pitje.
Nu is het een fameuze Piet, hè? dat durf ik niet te zeggen, maar uiteindelijk ja, ging het solo-verhaal ja, zoveel meer vooruit dan het stoemperverhaal. En ja? Toen kwam ook nog de kleine erbij en ik, het was gewoon niet meer in balans. En ik deed alles maar een beetje half, had ik het gevoel. Ik vond dat ook niet fair ten opzichte van mijn collega's stoempers. Nee, ik kan niet jodelen. Nee? Ik zal eens even ergens knijpen, eens kijken hoe dat gaat. Dat is een hete patat zo. Hij wil een handje helpen. Nee. Die onschuldige hand, hè? Oh nee, met die andere hand. Ja, eigenlijk hadden jullie moeten een reality-reeks ja, hebben, hè? Ja, we hebben het... De veugelaartjes. De veugelaartjes. Nou, dat is wel een leuke titel. Maar ja, zeg schat, hoe voel je je eigenlijk zo die tweede dag? Oh ja, nou het gaat wel goed. Ik zei, oh gelukkig. Ze hebben over een half uur is de cameraploeg hier voor de videoclip. Had jij geluk dat ze een goede dag hadden. Ja. Dat staat allemaal nog op het verlanglijstje. Ja, ik ben aan het sparen nog. Hè. Dus ik ben... Corona werkt niet echt mee, maar we zijn tevens aan het bouwen. Dus het zal iets zijn voor over een jaar of over twee jaar. Beste organisators, als jullie aan het luisteren zijn. We zijn doorheen de coronacrisis. Dan boek je Johan Veugelers. Je betaalt hem desnoods het dubbele. Hij wil zelfs graag. Het dubbele geven. Want het is een gever, beste dames en heren. Surf gewoon naar johanveugelers.be of wat is jouw website? Ja, .com. Pas op, straks gaan we sponsoring vragen. Voilà, meneer is internationaal, het is .com. Voilà, dus alle erin. Ik denk, dan heb ik Nederland en België zo in één rijtje. Ja, dan moeten geen twee websites betalen. Hè. Geen BE en een Gierigart. Ja. Een pagina hebben ze graag, want dan komen ze likken. Hè. Dat hebben ze graag. Dat klopt. Volgens mij heeft de Veugelers dat ook. Hè? Ik vind het mooi hoe dat jij dat zo kan uitleggen. Hè? Dat mag je zeggen. Ja, maar hij was weer zo vettig aan het kijken. Ja. Dat lach je ze genoeg. Hij was dan zo aan het kijken van, willen die vragen aan mij ook stellen? ik heb ook een pagina. Heb je mijn pagina al gelikt? Ik heb het laten doen. Ik heb tegen Dirk vorige week gezegd, kun jij een keer die pagina likken in mijn plaats? De zingende buschauffeur, zo noemen ze mij wel veel. Er zijn er veel, hè. Je hebt Sammy Baker bijvoorbeeld, Pascal Montelli, Ivan Brunetti. Gino Verano. Dat zijn allemaal buschauffeurs. Dat is ook een buschauffeur. Maar die hebben daar de hele dag de tijd in te oefenen, daarom dat zangers zijn natuurlijk. En we hebben zelfs de micro bij ons staan. Ja, kijk. Waar de Veugelers wil zeggen, die hebben toch niks anders te doen. Ja, zoiets. En dat maak jij ervan, hè. Ja. Toch leuk om nog eens terug te blikken, hè, naar die bewuste uitzending. Heel leuk. Het was onvoorzien, maar ja, plots kwam het ter sprake natuurlijk. En dan halen we ze heel graag nog een keer in 20 jaar tekstradio nog eens van alles boven natuurlijk. Hè. Zeg, Davy Waters, vertel me eens, waar en precies wanneer is het eigenlijk allemaal begonnen voor jou in de Vlaamse showbiz? Goh, bij mij is eigenlijk alles begonnen op 11-jarige leeftijd. Toen ben ik begonnen met de playback en soundmixwedstrijd doen. Als countryzanger natuurlijk. We hebben ook zo'n paar jaar in het countrydorp van Bobby Aland zelf gestaan. De hele dag door, alle dagen maar country zingen. Wat natuurlijk heel, heel leuk was. Veel optredens gedaan met bekendere countryzangers. Mike Shannon, Peter Wesley en zoveel meer. Ook met de Black Hills Country Band ben ik even mee geweest. Mm-hmm. Ik had een heel grote zangleraar die voor mij heel veel betekende. Die is jammer genoeg verongelukt met de motor. Onze Jerb Gibson. En ja, zo zijn we altijd blijven country zingen. Tot op zeker moment dat we gingen overslagen naar Nederlandstalige muziek. Waar we dan eigenlijk terug begonnen zijn met het liedje Mijn Engel natuurlijk. Hè. Met succes als gevolg natuurlijk. Ja, zeker, hè? Absoluut. Zeker. Zeg, Jurgen, ja, wanneer heb jij eigenlijk jouw eerste stappen dan eigenlijk in de fotografie gezet, zeg maar? Heb je tijd? Ja, nog tot 11 uur. Amai, zeg je al zoveel. Ja, eigenlijk is het een beetje een lang verhaal. Maar ik zal maar niet vragen hoeveel meisjes dat je al voor je lens hebt gehad, hè, want dan zijn we inderdaad morgen nog bezig. Ja, we zijn nog wel bezig, dat is waar. Wel, vroeger deed ik vaak zo over het ontwerpen van flyers, maar ik vond het een beetje ambetant om echt foto's te gebruiken om te fotografen. Dus zo heb ik eigenlijk zo En dan dacht idee. Je gewoon van, ik ga het gewoon zelf gewoon doen. Gewoon zelf doen, zo ben ik begonnen. Maar ik zocht iemand of iets die mij echt kon behelpen om mijn fotografie te kunnen groeien. Ja? En zo heb ik dan Steven Massette en Queen of Mods leren kennen. En zo heb ik dan echt... Ja, trouwens onze partner, hè? Queen of the Models. The Model Contest of the Year. Surf naar queenofthemodels.be. Voilà, ze hebben weer al punten gescoord bij de Steven en bij de Nico.
Ja, inderdaad. Ja. Je bent dan eigenlijk vaste huisfotograaf van Queen of the Models, natuurlijk. Eigenlijk is sfeerfotograaf. 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 Ze hebben geen huis. Oké, dat is ook goed. Maar ze hebben vooral veel sfeer daar bij Queen of the Models. Ja. Dat is waar. Zeg, Barty Boy. Ja. Ja, jou kennen we eigenlijk al veel langer als acteur, natuurlijk. Hè, want jij duikt daar om te pas en te pas natuurlijk bij al die grote tv-series, zeg maar. Hè. Ja, daar kom ik wat was eigenlijk wat was voor jou eigenlijk het topmoment? Zo echt de grootste serie waar je eigenlijk tot nu toe al aan hebt meegewerkt? Ja, het topmoment dat ik van een figuratie ooit heb meegemaakt, dat was een scène van Lang Leven Erik van Looy met Jonas van Geel. Aan die plasbakken. Aan de piesbakken. In de dingen zo. Die is viraal gegaan, hè? En dat was heel leuk en dat vergeet ook nooit. Maar voor de rest, ja, thuis, familie, loslopend wild heb ik bijna elk daar seizoen. Komt daar komt er heel vaak eigenlijk terug in beeld op televisie, omdat dat eigenlijk al 1000 keer herhaald is geweest. Inderdaad, ook dat wordt regelmatig herhaald. Vang je daar iets op? Nee, zeker? Nee, helaas niet. Het is de kampioenen, nee, hè? Het zou plezant zijn. Zeg maar, als zanger kennen we jou dan eigenlijk sinds 2019, voor corona, dat ik begonnen ben eigenlijk. En hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen eigenlijk? Want jouw eerste liedje, dat is eigenlijk jouw lijfspreuk, hè? Ja, kijk eens aan, inderdaad. Dat komt dus... Ik zei regelmatig in mijn radioshows, als ik dan mensen aan de lijn had, dan zijn die een uitleg aan het geven en dan... Ja, je vindt dat speciaal of tof en dan zeg je, ja, kijk eens aan. En dan begint het... heeft zelfs een eigen radioprogramma gekregen. Inderdaad, de Kijk eens aan show, hè, die ooit nog wel eens gaat terugkomen. Eigenlijk had je moeten een patent nemen, lieve jongen, op dat inderdaad, woord, als je nu schatrijk. Inderdaad, want dat wordt regelmatig wel gezegd op andere radio's en op tv en heel zo. Heel veel. En daar is dat dan gekomen, mede dankzij jou ook en Diego de Mol, mijn producer, die gezegd hebben van, ja, weet je, we gaan daar een nummer van schrijven. Met een leuk melodietje eronder. En zo is dat begonnen. Hè. Een van jouw hits, die gaan we straks trouwens ook nog bekijken. We hebben deze keer voor Zonnecrème gekozen. Wat toch wel heel, heel, heel toepasselijk is. Inderdaad. En een hele sensuele videoclip. Dus, maar dat is vooral. Dat is voor zo meteen. Dadelijk gaan we ook nog bellen met de Kiara van Queen of the Models. Maar eerst gooien we de lijnen open voor het grote publiek. Er kan vanaf nu ingebeld worden. €50 ligt op ons rad. De lijnen zijn geopend. Bel naar de studio. 011-1901-13. Pak die telefoon en bel ons op 011-1901-13. Er is deze week ook een hitparade. Die gaan we overlopen, maar de top 3 van vorige week, wel, die zag er zo uit. Nummer 3. Met Jane Adams op de derde plaats. Bracht hem 14 dagen geleden nog live in de studio. Hè? Fabienne, vorige week dus op 2. Nummer 1. En voor de derde week op nummer 1 vorige week, Aïssa en CDV. Staat in de sterren geschreven dat wij voorgoed samen horen. We zijn voor. Tekst Radio. Super tip van de week. Super tip van de week. Hey, mijn naam is Niels Stadsbader en jullie luisteren allemaal naar Tekst Radio. Voor de mensen die thuis aan het kijken zijn, zien een jonge Niels Stadsbader hier in de studio. Hij is deze week de Vlaamse super tip. Ik ben alleen op vrijdagavond en opeens gaat een telefoon. Waarom kom je niet de stad in? Dat zijn we niet van jou gewoon. Ik denk ik kan wel even langs gaan, maar laat maak ik het niet. Althans, dat was de afspraak, maar nu ik jou zo zie. Je kijkt naar mij, stap je dichterbij. En je stelt de vraag, zeg wat drink je graag? En ik zeg van, ik neem er één. Op je blauwe ogen, ze kijken in mijn ziel. Ik neem er 2, om in je buurt te komen. Als jij er één van wil, neem ik er 3 op onze dromen. En 4 dat je bij me bent, ik neem er 1. Nog eentje op de kans dat je vanavond met me. Oh, 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 oh. Vanavond met me. Oh, 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 oh.
je blauwe ogen, ze kijken in mijn ziel. Ik neem er twee, om in je buurt te komen. Als jij er één van wil, neem ik er drie op onze dromen. En vier dat je bij me bent, ik neem er één. Nog eentje op de kans, dat je vanavond met me... Dat je vanavond met me... Heel de week de Vlaamse supertip. Ik neem er één van Niels de Stadsbader. Ja, één is genoeg, hè, Niels. Heel de week lang de Vlaamse supertip. Ik ben benieuwd wie onze eerste beller is geworden. Goedenavond. Goedenavond, met Beverly. Dag, Beverly. Je bent de eerste beller. Van waar bel jij precies? Blankenbergen. Vanuit Blankenbergen. Zietje. Het zeetje, alles goed aan die Blankenbergen? Yes. Aan de Vlaamse kust. Ja, ja. Aan de Vlaamse kust, zeggen ze hier. Inderdaad, hè. Ja. Zeg, wat heb je allemaal gedaan vandaag daar in Blankenbergen? Niet veel, want ik heb me gisteren verbrand en ik heb redelijk veel pijn. Dus. Ah, ja, dus je bent een beetje aan het bekomen vandaag. Ja. Allee, vooruit. Zeg, Beverly, we hebben... het zijn allemaal heren hier in de studio. Hè. Dat is een keer die tanden en al die vrouwen natuurlijk, die hier al de passage zijn voorbijgekomen natuurlijk. Dus dat is een beetje manpower vanavond. Heb jij een vraag voor onze studiogasten? Nee, eigenlijk niet. Waarom belde dat? Allee, ja. Zeg! Wil jij geen 50 euro winnen misschien? Is dat te min voor u? Hè? Oh, ja. Allee, stel een vraag, zoetje. Ze zijn aan het wachten op een vraag. Niet te moeilijk, hè? Oei, oei. Niet te moeilijk, hè? Nee. Zou je nog een extra single willen doen, of niet? Ja, zeker en vast, hè. Dus we gaan terug een extra single doen. Normaal gezien tegen eind oktober, begin november, denk ik. Gaat er terug een nieuwe single uitkomen. Want de eerste twee singles die ik al heb gehoord, vond ik al super top. En ik was ook blij dat ik nu heb leren kennen. Dus. Ja, zeker. Je moet nog niet eens afkomen naar het optreden, hè? Want dat is lang geleden nu. Hè? Ja. Dus... Voilà. Zeg, storen wij. Eigenlijk anders gaan we pint drinken, hè, weet je wel. Nee. Zeg, maar wat vind jij... Want ja, ik heb begrepen dat je dan eigenlijk een fan bent van Davy Waters. Wat vind je zo leuk aan die man? Ik heb die voor de eerste keer gezien en dat was eerst zo van, ik herken me, ik wist niet wie dat was, dus dat was gewoon mijn vriendin waar ik was gegaan. Ja. En dat zo heel veel liedjes en die maakte ook veel sfeer zoals jij, ik maakte ook veel sfeer. Allee, dus het was bij Davy ook liefde op het eerste zicht, zoals bij mij, hè? Nee. We kunnen alle twee een scheve smoel trekken. Ja, dat hebben we toch al gemeen met elkaar, hè? Dat is zeker dat. Goed, zeg, ja, misschien moeten we eens een wedstrijdje houden. Ja, hè? Dat gaan we doen. Dat de mensen dat mogen jureren. Dat gaat op iets trekken daar. Ja. Zeg, Beverly, 50 euro kan je natuurlijk vanavond verdienen door een draai aan het rad. Dus we gaan gewoon draaien en ik wens jou heel veel succes. Wat draaien we voor Beverly? Oh, je mag kiezen. 1 euro of 250 credits. 250 credits. Ah, wel, 250 credits, die zijn helemaal voor jou. Zeg, Beverly, vertel mij eens, wat zijn de plannen daar nog buiten nog een beetje bekomen van dat verbrand zijn? Eentje gaan drinken, dus. Een keer een goeie gaan drinken. Ja. Gaat jij groot gelijk. Zeg, wie wil je allemaal de groeten overmaken vanuit Blankenbergen? Aan iedereen in de studio, iedereen die luistert, iedereen die herbeluistert. Ja, die mogen we niet vergeten natuurlijk, hè. Ja. Dat is zeker. Dat je weer boos doen, hè? Ja? Ga ik weer boos doen? Ben ik zo'n boosaardige jongen? Ja, zeg, kom, bollendafs. Je hebt gelijk, want het is toch het einde van uw gesprek, hè? Dan beginnen we al wat franker te doen, natuurlijk, hè? Zeg, maar jij wou een plaatje van CDV horen, hè? Klopt. Ah, wel, we hebben eigenlijk... waar zijn die handjes klaargezet? Met de beelden van vorig jaar van ons Tex Radio Festival. Trouwens, dit jaar gaat dat door op zondag 28 augustus. Met onder andere onze Barty Boy, die is er ook bij. Onze Jurgen, die is er ook bij. En Davy Waters natuurlijk, want die is ook genomineerd voor de Tex Radio Zomerhit. Dus die komt ook langs. Man. Dus dat moet er komen, hè, Beverly! Uw twee idolen zijn daar, zeg!
Misschien kunnen we daar die smoele dingen doen, hè? We gaan dat daar doen. We gaan daar die challenge houden. We gaan hier de challenge houden. De smoele challenge. Dat gaat volk trekken, man. Goed. Ja. Zeg, en dat, dan omringd door al die mooie kippetjes van Queen of the Models. Dat kan toch niet beter zijn, zeg. Ik trek foto's, hè. Jij moet foto's trekken. Jij bent een trekker, ik weet dat. Ik vind eigenlijk dat we ons dan ook moeten verkleden als vrouw. Tussen die mooie vrouwen. Vind je niet? Ja, of wij als vrouw en zij als man dan. Dat gaan we wel. Doet hij het of doet hij het niet? Doet hij of doet hij het niet? Ja. De uitdaging is geaccepteerd, lieve jongen. Zeg, Beverly, wil je nog één ding doen voor mij? Welk? Ah, wel dat plaatje aankondigen, want als ik dat zelf moet doen, dat klinkt nogal onnozel, hè. Dames en heren, hier is CDV met Waar zijn die handjes? Dankjewel, Beverly. Tot de volgende! Text Radio Live. De beste muziek in je eigen taal. Laatste nummer. Waar zijn die handjes? Ik wil ze allemaal zien. Ja! Van mezelf. Dankjewel. En nog een hele fijne avond. Voilà, ze hebben zeker en vast blijven hangen nog tot 11 uur. Nog een hele fijne avond. Voilà, waar zijn die handjes? Heel speciaal op verzoek voor Beverly. Met de leuke beelden van vorig jaar van ons kasteelfestival. Dus dat dit jaar plaatsvindt op 28 augustus. Met onder andere Davy Wouters natuurlijk. Hè. Ik heb een volgende beller aan de lijn. Goedenavond. Hallo? Hallo. Dat is lang geleden dat we de Wout nog eens op antenne hebben gehad. Dag, ja, dag Woutje. Dag jongen. Antwerpen is natuurlijk Basel, hè? Ja, tuurlijk, dat mag niet mankeren. Dat is zeker dat. Alles goed daar met jou? Ja, zo was. Ja? Leuke dag achter de rug? Ja, maar ja. Niet bepaald zo'n drukke dag. Gewoon chill, rustig. Een chillen dag, hè? Ja. Voilà, een echte Woutdag, hè? Nee, dan hang ik het liever uit. Dan hang ik het liever uit, ja, dat heb je zelf gezegd. Zeg Wout, jij hebt een vraag voor onze studiogasten, neem ik aan. Ja. Vraag maar. Davy. Ja, Davy. Als je ooit een duet zou opnemen, met wie zou dat zijn? Goh. Dat is een vraag die heel vaak wordt gesteld, die, hè? Dat is eigenlijk... Ja, ik weet anders toch niks te zeggen, dus. Ja, dat wordt eigenlijk veel gevraagd. Maar wie zou er graag de duetje opnemen? Ik zou dat heel graag... Mag ik zelf iets voorstellen anders? Ja, zeg maar. Jana Adams.
Wie amai, weet. Ik heb gewoon dat fluit is, zeg. Wie weet, wie weet. Ja, het kan allemaal. Ik ken Jana persoonlijk en ermee. Ja. Die twee stemmen zouden nog samen passen, hè, niet? Wij hebben nooit samen duetjes gezongen. Dat is slecht, hè. Ah, kijk ze, voilà. We hebben samen duetjes gezongen op de optredens. Ah, kijk ze, voilà. Zeg, Bartyboy, ja, kan de vraag aan jou ook stellen natuurlijk. Hè. Met wie zou jij graag ooit eens duetteren? Ja? Goh, met wie? Met u zeker, CDV? Met mij? Ja, maar dat heb jij al gedaan, hè? Nee, niet officieel, hè? Nog niet officieel, eigenlijk, zo. Hè. Ah, wel, ja, zing je een keer een leken met een Davy Waters, Barty. Ik met een Davy. Oei, ja. En dan zou we raar smoelen trekken, zeker, hè? Hè dan zingen... Het is de bedoeling dat een Davy omhoog gaat, dat hij omlaag gaat, hè? Ja, maar een Davy kan zingen en ik kan smoelen trekken ook, hè? Ja, maar hij kan ook smoelen trekken, hè? Ja, dat is dat, maar ja, hij kan beter zingen als een kickpijs. Dat is een komische acto. Amai, zeg, we zijn al met drie. Ja, zeg. Het Kasteelfestival. Ja, we gaan een trio doen. Ja. Mensen die zich willen inschrijven, hè, weet je, hè, die een goede smoel hebben, dus Wout, je weet wat dat moet zijn. Hè, ja. Dat kunnen we goed eens zijn. Dat is zeker, dat is zeker. De badzijnen? De badzijnen, ja, maar dat gaan we hier op de radio niet vertellen. Hè. We gaan draaien aan het rad van jou, lieve jongen. Ik wens jou heel veel succes. Dank u. Alsjeblieft. Oh! Maar Woutje toch? Daar hebben we die vervelende nul. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk, hè? Nou, dat is ook leuk, hè? Is dat leuk? Ja, jij vindt alles leuk, hè? Dat is echt geen moeilijke jongen, dat is waar. Vertel eens, met welke plaat kunnen we jou vanavond een bijzonder groot plezier doen? Ik zie een Pedro zeggen, ja, maar mijn zomerlief, maar wel, draait dan een keer maar. Ja, de Pedro is een vurige fan, ook de Jean op onze chatbox, maar ja, die gaan we dadelijk live aan het werk zien, want Jana Adams heeft dat hier 3 weken geleden volledig live gezongen in de studio, en de Jean, die was daar natuurlijk bij, ja, die kon het niet laten natuurlijk, de beelden liegen. Ah wel, geef de jongens een zin in, draait dan liegen. Ah wel, voilà, dat gaan we zeker en vast doen. Wie wil je nog allemaal de groeten overmaken? Ja, groeten aan iedereen, de neem met zijn Kodakske. De met zijn Kodakske. De trekker, Jurgen, ja. Denk ik. Jurgen de West, hè. Ja. En dan Davy, dan Jaske de WG, en dan Bartyboy, en dan gewoon aan de rest, algemeen. Dank wel. Dat is sympathiek van jou. Dat is heel sympathiek van jou. Ja, ik ken dat we dat af en toe wel eens een keer sympathiek. Ik wist dat je dat ging zeggen. Is dat mee? Ik gun het u om het u een keer te zeggen op de radio. Dat wou dicht hebben, hè. Dat is zeker, dat. Zeg, wat we ook graag willen hebben is natuurlijk, en Jana gaat dat heel graag horen, dat een van haar grote fans haar natuurlijk gaat aankondigen op de radio. Dus Woutje, kondig die dan aan. Oké. Allee, speciaal voor iedereen, Jana Adams met Zomerlief. En ze staat op nummer 3 deze week. Dankjewel, Wout. Tot de volgende! Tot de dag! Text Radio Live. De beste muziek in je eigen taal. Het was een mooie zomerdag. Ik lag op strand van Ibiza. De zonnestralen branden op mijn huid. Ik zag een kerel zo knap en groot. Mijn hart dat sloeg nu overboord. Zou hij misschien mijn zomerliefje zijn? Ik hoopte dat hij langs me kwam. Het wachten duurde niet zo lang. Met zijn glimlach kwam hij naar me toe. Hij raakte mij heel zachtjes aan. Ik kon hem nu niet meer weerstaan. Daar kwam nu heel snel die zomerzoen. Body of the light.
Ik hoop dat je morgen nog op me wacht. Ik weet nu echt wel wat ik voor je voel. Jij geeft mijn leven opnieuw een doel. Geef mij nu snel die zomerzoen. Ik wil met jou die nacht nog overdoen. Live gebracht, enkele weken geleden terug nog in onze studio. Deze week op nummer 3 en terecht natuurlijk Jana Adams en Zomerlief. En die draaien we heel speciaal op verzoek voor ons Woutje. Ja, die hevige fans van Jana Adams, ongelooflijk. Voor Pedro en voor Jacques. En als alles goed gaat, hebben we nu Kiara van Queen of the Models aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Dag Kiara. Ja, normaal gezien zat je hier vanavond in de studio natuurlijk. Ja, klopt. Maar jammer genoeg ben je een beetje ziek, hè? Ja, dat is waar. Hoe gaat het nu met jou op dit moment? S'avonds een beetje erger dan overdag, maar het gaat wel. Ja, je hoort het een beetje aan jouw stemmetje, hè? Ajajaj, toch. We wensen jou alvast heel veel beterschap, hè? Met dikke, warme, virtuele knuffels, hè? Want dat kan geen kwaad natuurlijk, hè? Daar zitten geen microben bij geboeid, hè? Zeg, Kiara, voor de mensen die jou niet kennen, stel je eens even voor. Ik ben Kiara. Ik doe mee aan Queen of the Models. Mm-hmm. En ik probeer in de wedstrijd het beste uit mezelf te halen om zo meer zelfvertrouwen te krijgen en toch wat meer ervaring op te doen als model. En ik hoop dat ik dat gewoon te 1 oktober mag bemachtigen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een vaak terugkomend iets natuurlijk. Hè? Dat de meeste deelnemers allemaal meedoen eigenlijk voor... Vooral om zichzelf te ontdekken, denk ik dan. En dan vooral voor dat zelfvertrouwen op te kwikken. Maar je merkt dan ook wel dat je dan toch wel ziet dat dat wel zijn vruchten afwerpt natuurlijk. Hè? Want als je naar die vorige edities kijkt, die vorige 4 edities, dan merk je toch wel dat heel veel van die meisjes er heel sterker zijn uitgekomen natuurlijk. Hè? Ja, dat is waar. Dat is wel enorm waar. Ik merk ook wel aan mezelf, ondertussen nu al een paar shoots gedaan, dat ik wel daar al super hard in geworden ben. Ja. Zeg, en hoe reageert de omgeving daar op jouw deelname aan Queen of the Models? Eigenlijk allemaal heel goed. Ze staan allemaal super hard achter mij en dat doet mij ook enorm veel deugd. Dat is zeker dat het dat deugd doet. Amai. Zeg, en Kiara, hoe ben je eigenlijk bij Queen of the Models terechtgekomen? Dat willen we ook wel eens graag weten natuurlijk. Eigenlijk via Raina, die 2 jaar geleden heeft meegedaan en zij is tweede geworden. En ik was dat ook een beetje zien passeren op haar sociale media en ik dacht van, ik ga daar aan meedoen. Dat is al een goede referentie, hè? Ja. Dat is al een goede referentie, hè? De nummer 2, weet je wel. Dat doen we ook wel vaker, dat al die meisjes zo elkaar zo'n beetje, aansteken zo, om te gaan meedoen aan Queen of the Models. Is er een bepaalde verwachting van jou? Is er echt zoiets dat je zegt van, oké, dat wil ik echt wel heel graag bereiken in binnen dat traject van Queen of the Models? Oh nee, ik laat het eigenlijk allemaal een beetje op mij afkomen en ik zie wel hoe ver dat ik ermee kom. Mm-hmm.
En heb je er al bij stilgestaan wat je bijvoorbeeld met de prijzengeld gaat doen? Want ja, er hangen toch wel fameuze prijzen aan vast. Niet alleen de geldprijzen, maar natuurlijk ook wel alle andere mooie prijzen. Voor de nummer 3, nummer 2 en nummer 1. Heb je daar al bij stilgestaan? Heb je al zoal iets in gedachten van, oké, dat ja, ga ik doen? Ja, ik denk wel dat ik een deel aan het goed doel ga geven ook. Ah, dat is wel mooi, hè? Ja, want ik heb mijn eerste goed doel is naar het dierenasiel gaan, maar ik vond dat toch een beetje pakkend, dus ik denk wel dat het naar het dierenasiel zal gaan dan ook. Ja. Dat zijn mooie initiatieven natuurlijk, hè? Ja. Absoluut. Zeg, je hebt al enkele shoots achter de rug, zeg je, want ja, die openingsday die was er natuurlijk op 3 april. Is er zo een favoriete shoot dat je zegt van, oké, dit is mijn favoriet, of moet die nog komen? De retro shoot was tot nu toe wel mijn favoriet, ja. Ja, dat is ook wel een populaire dat vaak terugkomt, ja, natuurlijk. Ja. Hè? Dat is waar. Zeg, Kiara, wat doe je eigenlijk in je vrije tijd, als je nog een beetje vrije tijd over hebt, zo als hobby? Ik ben lijster van de Giro. Ja? Dus ik ga naar de Giro en ga voor de rest eigenlijk gewoon afspreken met vrienden en ga werken en naar school gaan. Zeg, en waar kunnen de mensen jouw traject volgen, zeg maar? Want ik neem aan dat elk meisje van Queen of the Models, elke deelnemer ook een eigen pagina heeft, hè? Ja, op mijn Instagram-pagina gewoon Kiara de Bruyne aan elkaar. Voilà, Kiara de Bruyne aan elkaar. En dan vinden ze jou en dan kunnen ze komen liken, hè? Ja, klopt. Dat is geweldig. Zeg, wil jij nog iets kwijt tegenover jouw volgers, de fans, de medekandidaten, zeg maar, die nu momenteel allemaal aan het luisteren zijn naar jou? Ik hoop dat we allemaal... dat er één voor één... ik hoop dat we allemaal één voor één echt een superhechte familie worden en dat we... nog super mooie momenten samen mogen meemaken en dat ik totaal niemand als concurrentie zie en dat ik iedereen echt al ondertussen super graag zie. Dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten natuurlijk. Hè. Kiara, ja, jammer genoeg heb je de studio natuurlijk niet gehaald, want ja, we zitten ook aan het eind van het seizoen, maar we hebben dat dan toch op deze manier een beetje opgelost. En ja, we gaan jou een beetje extra aandacht geven op ons festival, hè, de 28e augustus. Hè. We gaan dat wel regelen. Dat is goed. Hè. Dat is goed. Zeg, Kiara, ik wens jou in ieder geval heel veel succes met Queen of the Models en dank je wel om toch nog even tijd te maken om een babbeltje te slaan hier bij Text Radio. Ik heb juist nog een vraagje voor Jurgen. Hij heeft dat graag, hij was erop aan het wachten. Ik had van wachten, Hoe zie jij de evaluatie bij de finalisten? Voor mij is dat heel leuk om te zien dat als er mensen toekomen op nul, dus met heel weinig ervaring, en als ik er dan met jaren, maar dagen, maar weken, zie ik ze hier echt zo een opengroeien, echt hun dromen echt uitkomen. En dat is voor mij echt iets heel moois om te zien. Dus echt, het klein meisje die echt die openbloeit. Dat is echt iets... Zo iemand zonder ervaring die dan plots zo'n topmodel wordt. Ja. En zo zijn er al enkele verschillen. Ja, dit jaar de Oksana, dat was een heel stil meisje, verlegen meisje. En als ze nu moest zien, dat is echt een... Ja, amai, die klapte nu onder tafel, vriend. Ja, dat is waar. Dat is ongelooflijk. Zeg maar, Kiara en alle deelnemers die momenteel aan het luisteren zijn, binnen 2 weken, want zij mochten de aftrap geven van het nieuwe seizoen natuurlijk van Queen of the Models hier bij Textradio. Steven, Nico, wie kwam er nog allemaal langs? Christel, Sandra, Jurgen ook natuurlijk. Heel de crew zeg maar, van Queen of the Models komt hier het seizoen afsluiten binnen 2 weken op 24 juni. En dan, meisjes, ik raad jullie echt aan om allemaal te bellen. Bellen. Blijven bellen. Stel maar vragen aan Steven en Nico, die hebben dat graag. Hoe moeilijker, beter. Voilà, dat is zeker. Kiara, nog veel succes en we zien elkaar dank nog. Dankjewel. Ja, salut. Dat wil zeggen dat de lijn weer open staat natuurlijk voor het grote publiek. Er kan weer ingebeld worden op 011-19-01-13. Barty boy, ik kom bij jou, want we gaan die zonnecrème nog eens op de luisteraar loslaten. Het was denk ik jouw derde single, want je hebt 4 singles uitgebracht. Dat was de derde in de reeks van 4, dat klopt. Vertel er eens iets over, want ja, zonnecrème, dat was putje corona, hè, dacht ik. Inderdaad, dat was midden in de coronacrisis, maar toch dacht ik van ja, we gaan de mensen toch een beetje verblijden met iets leuks. Iets en, leuks waar ze kunnen van wegdromen als corona voorbij is. Voilà. en ja, zonnecrème, ja, je moet het toch maar beter aansmeren zo, want dat je niet te hard verbrandt van de zon. Ja. Ja, want met al die huidkankers tegenwoordig, je wilt er niks van weten, denk ik. Dus zeker goed smeren, zou ik zeggen. Smeer eens aan, smeer eens zou aan. Bartyboy zeggen.
En dan hebben we daar zo'n bijpassende clip bij gemaakt. Ja, we zien jou daar zelfs helemaal naakt eigenlijk, in verschijnen. In mijn dat je daar met je grote buik daarover... Vooral dat, ja. Over dat knap meisje daar, dat je ze bekend niet meer ziet, maar goed. Hè. Ja, ik denk dat dat een beetje het opzet was van de videoclip natuurlijk. Ja, ook, zo is dat, ja. Dus dat ik haar helemaal insmeer met zonnecrème. Van, weet je wat, we zullen de Davy je plaat laten aankondigen. Ja, zonnecrème van Barty Boy. Jij mocht dat aankondigen, lieve jongens. Hè. Valasse. Ik heb er geen zin in. Ha? We gaan kijken en luisteren hier naar de zonnecrème van onze Barty Boy. Zeg Bartje, ja? Ik lig hier op mijn paletten op mijn dak. Ik heb daar een schoon dekentje op gelijk. Kom er niet even liggen, zo. Want dan zie ik wie een plezante. En waarom? Waarom dat dan? Oh, zwaar is het nog niet, hè? Hey baby girl, wat is dat allemaal? Als ik dat zo hoor, dan komt er stoom uit mijn oor. Draai je zweet te smeren, hagen, zonnecrème zulde krijgen. Gewoon een bikini. Wat een sexy. Maar zeg, hier de chic, zo hoorbaarheid staat. Ik heb het niet voor paletten en splinters in mijn gat. Spring maar achterop bij mij, het is een cario. Doe maar monokini. Aan, hè? Amai, kijk eens aan, dat zijn die straffe toren. Zonne in het zwembad en een cocktail zit te roren. Links, rechts, van kop tot tien, ik smeer dat in, maar ik alleen. Want als ik haar zo zie, watermotten sexy. Hey, lekker ding, wilt je dat ik blijf? Mijn crème op sport, over haar jitte sexy life. Willen busten en de rest, het lekkerste komt als les. Het zal zo oud als aan een Barty Boy. Dus de wilde gama, zonnekraam zijn. Ja. Wilde gama, zonnekraam zijn. Oh. Smeer de leffen af van mijn kop tot mijn tien. Laat gewoon maar gaan, want die zon die schijnt alweer. Amai, dat is plezant, hè. Die zon die schijnt alweer. Dat zie je het, hè. Maas. Wilde gama, zonnekraam zijn. Wilde gama, zonnekraam zijn. Smeer de leffen af van mijn kop tot mijn tien. Laat gewoon maar gaan, want die zon die schijnt alweer. Amai, dat is plezant, hè. Die zon die schijnt alweer. Dat zie je het, hè. Oh. Wilde gama, zonnekraam zijn. Wilde gama, zonnekraam zijn. Smeer de leffen af van mijn kop tot mijn tien. Laat over mijn lijf, want dat ken ik er toe. Dat is die en taander, hè? Ja, dat is die en taander, hè, Barty Boy. Amai, allemaal leuke reacties weer op onze chatbox. Je kan het allemaal nalezen natuurlijk op www.tekstradio.be. Ze vinden hem allemaal te gek, hè, die videoclip. Inderdaad. En gedurfd en gewaagd. Dat vooral, ja. Maar ik denk dat jij vooral content werd dat je een keer over tien uit mogen lagen, hè? Ja, ja, inderdaad. Wat zal dat zijn? Is er eigenlijk nog toekomstgericht, zijn er nog plannen voor een nieuwe single? Want ja, jouw laatste single was het vaccinlied. Het vaccinlied, ja. Dus over de vaccinatiecampagne hier in België heb ik ook een nummer geschreven. Maar voor dit jaar denk ik niet dat er nog een single gaat aankomen. Volgend jaar misschien volgend jaar. Ja, dat zou misschien over die apenpokken of zo. Hè? Over de apenpokken, ja, wie weet. Als die moesten Davy en ik willen wel figureren, weet je wel. Als aap of als pok. Zal ik niet een aap zijn, hij mag pok zijn. Hij mag de pok zijn. De pokkende aap. Ja, hij heeft een poksmoel, dus dan ben je... De poksmoel.
Die is aan de kop, dat is geen pok op zijn eigen. Dat heb ik eigenlijk echt wel goed. Zeg maar, ja, we hadden het daar net nog over de hobby's natuurlijk. Hè. Waar hou jij je mee bezig trouwens in jouw vrije tijd, als je die dan hebt? In mijn vrije tijd, als ik die heb, kom ik op dinsdagavond naar Tekstradio voor mijn eigen programma te presenteren. Ja, want dan wordt niet betaald. Hè. Ja, dat is een hobby. Dat is een hobby, hè. Voilà. En ook ja, figureren, want figureren is ook een hobby. Daar verdient je wel iets mee, maar ook niet veel. Hè. Dat is goed voor je aftal wel tegenwoordig. Met je aftal dat omhoog gegaan is, gaan ze ook wel een beetje mogen stijgen. Zouden ze ook een loonsverhoging mogen doorvoeren. Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk voor, wel, de rest, voor de rest, ja, slaap ik veel. Slaap je als ik niet aan het werken ben. Allee, vooruit. Zeg, Jurgen, waar hou jij je mee bezig in je vrije tijd? Ja, redelijk veel met fotografie natuurlijk. Dus ook heel veel voor Queen of the Models. Ja? Ben ik heel veel bezig. En ja, voor de zanger, voor Diego, doe ik ook heel ja, voor Diego Trivier, die er trouwens enkele weken geleden ook aanwezig was, met zijn frietjes hier trouwens, ja. We hebben er heerlijk van gesmuld. Ja, daar doe je zo'n beetje de promo voor, hè? Ja, ook een beetje de foto's, een beetje de design van zijn affiches, materiaal voor hem aankopen, ja. Die heeft dat wel goed gezien natuurlijk, hè? Een fotograaf als fan in huis pakken. Een beetje manager eigenlijk ben ik van de manager. Een beetje rood manager dan zo. Ja, alleen vooruit. Zeg, Davy Wouters, ja, wat doe jij allemaal in je vrije tijd buiten smoelen trekken? Oh, mijn vrije tijd, ja, die gaat vooral zeker vast naar de muziek natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ik ben ook terug volop bezig. Eigenlijk mag ik het nog niet zeggen. Maar mijn twee zonen zijn terug volop bezig met zo'n beetje liedjes te oefenen. Ja, zeg ze, maar gaan ze terug samen doen? Want ja, er is een hele tijd zijn ze de broers geweest. Dan zijn ze alle twee solo gegaan. Heel succesvol ook trouwens. Ja, we weten Zit er eigenlijk zo'n comeback bij van de twee samen? Er zit nog iets in, denk ik. Maar het gaat nog even afwachten zijn. Want, ja, hij wil het niet prijsgeven. Het gaat niet lukken. Zal er ooit nog wel uitkomen. Bel ons. De lijn staat open. 011-19-01-13. En stel de vraag aan Davy Wouters. De luisteraars en de fans gaan dat misschien toch niet afwimpelen. Ja, we gaan eens een kijkje nemen naar onze hitparade van deze week. En er komen heel veel nieuwe Vlaamse zomersingles uit natuurlijk. En dit is er eentje die nieuw binnenkomt op nummer 15 deze week. 1 uit 1000, de fantastische nieuwe zomerplaat van Bart Kael. Hi, dit is Bart Kael op Tekstradio en dit is mijn nieuwe single. Zal ik nooit vergeten wat jij betekent voor mij. Vriendschap is voor het leven, bij jou voel ik me vrij. Daarom wil ik je zeggen, ben blij dat ik jou ken. Jij geeft me kracht en de pijn die verzacht als je zingt en ook als je lacht. Jij bent er 1 uit 1000, jij zit voorgoed in mijn hart. Het leven is mooier met jou dicht bij mij en het geeft vleugels voor ons allebei. Jij bent er 1 uit 1000, ons leven is 1 avontuur. Jij bent de lente, de zomer voor mij, dat gevoel gaat nooit voorbij. Zal ik nooit vergeten, jij staat voor iedereen klaar. Hoe jij je voelt wil ik weten, want soms is het leven ook zwaar. Daarom wil ik je zeggen, ik ben blij dat ik jou ken. Jij geeft me kracht en de pijn die verzacht als je zingt en ook als je lacht. Jij bent er 1 uit 1000, jij zit voorgoed in mijn hart. Het leven is mooier met jou dicht bij mij en het geeft vleugels voor ons allebei. Jij bent er 1 uit 1000, ons leven is 1 avontuur. Jij bent de lente, de zomer voor mij, dat gevoel gaat nooit voorbij. Een uur is weer voorbij. Tekstradio. Tekstradio. Goeie avond.
zometeen terug na de korte onderbreking. Wat hulp nodig bij het isoleren? Geen probleem. En bij Luminus vinden wij continu nieuwe manieren uit om energie op te wekken. Zelfs bij Max, uw hyperactieve hond. Echt? Nee, maar we denken er wel over na. Luminus, samen maken we het verschil. Kom zeker ook eens bij ons langs. En als je nu bestelt, krijg je 20% korting op je keuken en 20% korting op je toestellen. En trouwens, ik ben Donald Muilen, en ik maak nog altijd keukens alsof ze voor mezelf zouden zijn. Kies voor de gezelligheid en het plezier. Want jouw muziek, die hoor je hier bij Text Radio. Nog steeds welkom in Text Radio Live. Text Radio Live. Met bekende Vlamingen. Vrijdagavond. Vrijdagavond. Live bij Text Radio. Hier is uw gastheer voor vanavond. CDV. Ja, van harte welkom in ons tweede deel van Text Radio Live, aflevering 1434. Met nog steeds in de studio Davy Wouters. Hallo. Jurgen van Loo. En Barty Boy. Yo. Ik stel voor dat we meteen die lijn gaan opengooien. Dit is razend druk, dus bellen maar. De lijnen zijn geopend. Bel naar de studio. 011-1901-13. Pak die telefoon en bel ons op 011-1901-13. En het is al meteen gebakken, we hebben al meteen iemand aan de lijn. Zo rap gaat dat hier bij Text Radio. Goedenavond. Goedenavond iedereen in de studio. Ons Mariolino, we zitten in West-Vlaanderen in Stade en we zien jou in beeld. Ik zou zeggen, zwaai een kisje naar de kijkers thuis. Zo, oh, verlassing. Geweldig. Alles goed daar in Stade? Ja, ze. Ja, leuke dag achter de rug. Ja. Ja, en voor de rest had er geen zaken mee, zegt. Je hebt groot gelijk. Ja, een rustige dag. Ja, wat kan ik daar allemaal toch over vertellen, hè, als het rustig was? Ja, nee, maar gisteren mee gaan helpen verhuizen met de schoonouders. Ja. Dus ja, was met de liften en de vrachtwagen, dus ja. Ja, dan hadden ze een beetje een cupdag verdiend, hè. Ja. Dat is zeker dat. Ik kon gisteren daarna niet meer echt van het keren met een rug. Voilà, het is jou gegund. Niet je zeer, hè? Ik bedoel de rust, hè? Ja. Zeg, Mariolino, jij hebt een vraag voor onze studiogasten. Wat is jullie ultieme droom? De ultieme droom. Trouwens, ondertussen lees ik leuke berichten op onze chatbox, hè, dus blijven tippen. Davy is 1 uit de 1000, onze beste vriend. Inge, Emma en Mark, hè, van Dolfijn, Valasse. Ja, stel jouw vraag nog eens opnieuw, Mariolino. Wat is jullie ultieme droom? De ultieme droom van Davy Wouters, dat willen we graag wel eens weten. Ho, mijn ultieme droom is eigenlijk ooit met Jannes samen op het podium kunnen staan. Niet om te zingen, maar gewoon kort even een gesprek te hebben met Jannes zelf. Ik ben een heel grote Jannes-fan. Ah, maar ja, moest de gelegenheid zich voordoen om er toch wel eens een duetje mee te komen of mogen zingen, dan zou dat toch niet afslaan. Zeker vast. We gaan trouwens op 3 december naar Jannes kijken in de Kaasburin. Ja? En mijn goede vriendin uit Nederland, ons blondieke, die is blijkbaar zo van alles een beetje aan het regelen dat ik toch kort bij Jannes zou kunnen komen die avond. Maar die is momenteel aan het luisteren, die dacht ik. Die is aan het luisteren, en die heeft ook een eigen radio, dacht ik. Hè? Ja. Daar zitten we, 13 juli zitten we in Den Haag. Eigenlijk een heel evenement gaan we daar doen, met optredens. En dat wordt allemaal live uitgezonden dan op internet. Ja, en bij welke radio is het dan precies? www.centraalfm. .nl. Voilà, Centraal FM, de factuur komt eraan. Hè? Of gewoon eens een plaatje van CDV draaien, dat is ook goed. Zo doen we dat hier met tekstradio's. Dan ben je dat al die radio's met draaien. Hè? Wow. Goed, zeg Jurgen, hoe zit dat bij jou? Wat is jouw ultieme droom? Oh, mijn droom. Trekken. Ja, trekken. Trekken. Ja. Aan de lens. Met de lens. Ja, gewoon groeien in mijn werk, dus ja. Ja, als je trekt, dan groeit het, dat is waar. Ja. Hoe kleiner, hoe groter. Dat is waar. Barty Boy, is dat bij jou? Goh, mijn grote droom. Dat, ja, misschien zo in een of andere serie een klein rolletje vertolken of zo.
Allee, loslopend wild heb ik al wel een keer zo'n rolletjes gehad. Jij werd dat wild zeker? Dan had ik zo wc-rolletjes, een deegrolletje, keukenrolletjes, allee, weet je. En dat zou wel... Een kers op de taart zijn dan. Zo ergens, ja, toch iets of wat, regelmatig kunt terugkeren met een rolletje. Ah, voilà, hè. Ja, in een soap misschien. In een soap, je weet. Thuis of zo. Zo'n Van den Bossen. Ja, stel je voor. Zijn er toch zoveel dood? Oh. Ja. Het wordt tijd dat er worden nieuwe gemaakt, hè. Ja, nieuwe. Goed, we gaan draaien aan het rad voor jou, Mariolino. Mariolino, 50 euro! Ja, maar dat bedoel ik! Ja. Weer een winnaar! Ziet dat gezichtje is glunderen, ze is blij, hè? Dat is zeker dat. 50 euro, Mariolino, heel speciaal voor jou. Goed, hè? Het is dat, hè? Dat is zeker dat is. Dan worden we op aan het wachten, hè? Ja, ik was erop aan het wachten. Ik geef met plezier 50 euro aan u om dat woordje te horen, dat weet, hè? Ja, goed, zeg, wie wil je allemaal de groeten doen? Aan iedereen, zo vergeten we niemand niet, hè? Voilà, zeg, gefeliciteerd lees ik trouwens op onze chatbox van Lola Lee. Maar Lola Lee, die wordt straks nog gevierd, beste dames en heren. Want, ja, we hebben iets fantastisch te vieren. Want ons Lola Lee heeft haar eigen record verbroken in de hitparade als langst genoteerde plaat. Maar daar komen we dadelijk op terug. Mariolino, welke plaat wil je graag horen? Johan Beugeler met Ruitenwisser. Ja, nu dat we die vogelaars toch gehoord hebben, hè, dan kunnen we van de eerste keer ook eens een plaatje draaien van die vogelaar. Hè. Dat is waar, hè. Dat is zeker. Dat. De Ruitenwisser uit 2017. We gaan die heel speciaal voor jou draaien. En Mariolino, ik zou zeggen, kondig hem maar aan. Hier komt Johan Vogelaar met Ruitenwisser. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg, mond de jupe weg. Hup die handen omhoog. En Ruitenwisser, 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 doe de Ruitenwisser. Ik heb ieder weekend vrij, dat maakt me toch zo blij. Als ik dan met mijn auto naar de kust toe rijd. In een jeep en op het dak ging ik zelf op de vlucht. Want toen kwam het met bakken, bakken uit de lucht. Bakken uit de lucht. Bakken uit de lucht. Bakken uit de lucht. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg, mond de jupe weg. Hup die handen omhoog. En Ruitenwisser, 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 doe de Ruitenwisser. Ruitenwisser, 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 doe de Ruitenwisser. In de truck, in de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Chauffeur, piepel de wissers non-stop. Chauffeur, anders gaan we over de kop. Chauffeur, piepel de wissers non-stop. Chauffeur, stop, achter me aan. In de truck, in de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Jongens, wat een weer, jongens, wat een meer. Jongens, wat een meer, jongens, wat een meer. Ruitenwisser van Johan Vogeler. Het is altijd leuk om Johan hier te gast te hebben natuurlijk in de studio. Heel speciaal op verzoek voor ons Mariolino. Brengt ons meteen bij onze volgende beller. Benieuwd wie dat geworden is. Goedenavond. Goedenavond. En die stem die komt mij bekend voor. Dat schattig stemmetje hebben wij hier ooit in de studio gehad. Ja, ik ook.
Ja. Het is Stephanie van Queen of the Models 2022. Alsjeblieft, dankjewel zeg. Het is graag gedaan, begot. Dag, ja, Tiffany. Dat is geleden, hè? Ja, dat is, ja, ondertussen is het al wel even geleden, want jij ja, zat ja, ergens in het begin zeker van het seizoen, hè? Ja, zeker. Ja. Ik ja. Vond het echt leuk toen. Vond het leuk? Zeg, heb je goede reacties gekregen trouwens achteraf? Natuurlijk, natuurlijk. Mijn familie was kei trots op mij. Ik kreeg dan heel veel berichten van, oh, je hebt dat kei goed gedaan en zo. En ik zou antwoorden van, ja, maar ik wil nog eens teruggaan. Ah, maar je weet wat je dan moet doen, hè. Je moet bij de top 3 belanden, hè. Ik doe mijn best. Of later, hè, later ook in de crew belanden en dan is het allemaal mogelijk. Dat opent allemaal deuren, lieve Tiffany. Of een lieken inbrengen. Of een lieken zingen, dat helpt ook. Ja, want ja, Jana Maria is hier ook al kind aan huis ondertussen. Zeg, Tiffany, vertel me eens, heb je al enkele shoots achter de rug? Ja, zeker. Ik heb nu toch wel al een paar shoots achter de rug. En ik mag wel zeggen, denk ik, dat ik heel trots ben op mezelf, op wat ik tot nu toe al gepresteerd heb. Mm-hmm. Maar ik mag heel graag iets feller willen openbloeien en toch nog het beste van mezelf willen geven. Ah, dat is prachtig. Dat is mooi om te horen. Absoluut. Zeg, heb jij een vraag voor onze studiogast, Tiffany? Ja, zeker. Specifiek voor Jurgen eigenlijk. Voor Jurgen. Jurgen, ah. Ja, ze hebben het op u gemunt, de meisjes. Oh. Ja, ja. We hebben onze sfeerfotograaf geraken. Ja. Zijn een keer. Ik heb er eigenlijk 2 al van maken. Jij moogt dat. Een beetje pit insteken, hè. Je kent mij, hè. Tuurlijk. Jij bent een specialeke, hè. Beetje. Stel je vraag maar. Mijn eerste vraag is aan Jurgen van hoe voelt het om deel uit te maken van de Queen of the Models family? Oh, Zeg maar, wat ik me dan, denk maar even na, maar wat ik me dan eigenlijk afvraag is dat dat zo'n familie is. Wat zei je dan eigenlijk? Zei je dan een bompie of de onkel of... Mij noemen ze al nonkel Jurgen al, dus... Nonkel, ja, dat klinkt toch vrij jong, hè. Ja. Ik wil niet weten hoe dat ze de Steven doen, maar goed. Oh, slecht. Je had nog een tweede vraag ook, hè. Jazeker. Hoe ziet Jurgen Queen of the Models evalueren doorheen de jaren? Ja, dat is weer zo'n moeilijke vraag, hè. Ondertussen krijgen we reacties van Steven op onze chatbox. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Oh, what the fuck. Dat is die afkorting, hè. Dat is ongelooflijk, hè. Lol. What the fuck. Oh, what the fuck. OMG. Ja, ongelooflijk. En zelfs zijn naam is afgekort, hè. Quotum. 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 Ja, Jurgen. Oh, We hebben tijd, hè. Ja, ja. Maar, ja, voor mij is dat... Maar jij komt sowieso de 24e terug, anders moet je nadenken, hè. Je hebt nog 2 weken, hè. Ja, ik zie Jurgen zaterdag al terug. Oh, nee, zondag. Ja, maar wij willen die antwoorden wel op de radio, zijn meisje. Dat is zo niet, hè. Nou, voor mij is dat natuurlijk wel heel leuk natuurlijk, om alles te zien groeien en, ja... Je weet, de manneke, gaan we aan die desk zitten, dan moet je natuurlijk op de vragen antwoorden. Ja, ik ben even woordeloos. En dan krijg je er meteen 2, zeg, op je taloor. Oh, geweldig is dat. Zeg, Tiffany, we gaan draaien aan het rad, want wie weet mag ik jou vanavond ook wel belonen met 50 euro. Oh, dat oh, wat zou jij met 50 euro doen, mocht ik jullie vanavond mogen uitreiken? Shoppen voor kleding voor Queen of the Models. Dat is zo'n typisch vrouwelijk antwoord. En dan gaan we een keer shoppen natuurlijk, hè. We gaan draaien aan de rad. Ik wens jou heel veel succes. Oei, een euro. Ja, daar kun je toch al de zak mee betalen in de winkel, hè. Ja, tegenwoordig, pas ja, op ze. Ja, 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 dat is zeker dat. Zeg, Tiffany, vertel mij eens, wie wil jij allemaal de groeten doen vanavond? Aan iedereen die luistert, iedereen van Queen of the Models. En ja, Jurgen, heel veel succes en ik kijk uit naar de shoot zondag. Ja, zeker, volgens, zeker. Zeg, waar wij naar uitkijken is natuurlijk ons kasteelfestival op 28 augustus, want daar ga jij ook schitteren natuurlijk, samen met die 22 andere finalisten, hè? Ja, zeker. Dat klopt. Daar kijk ik ook wel enorm naar uit.
Ik denk iedereen. Hè? Iedereen is een beetje stiekem aan het uitkijken naar dat evenement natuurlijk. Hè? Goed, zeg, ik wens jou daar nog een fantastische avond. Dank je wel voor het belletje en zeker en vast voor jouw bijdrage. Dank je wel. Ik vond het heel leuk dat ik nog eens aan jullie gehoord heb. Ah wel, dat is geheel wederzijds, lieve meid. Voilà. Doe ze daar de groeten, salukes. Doei. Doei. Voilà, doei. Dat is altijd zo'n leuke afsluiten. Doei. Doei. Davy Wouters, waar vinden de fans en de mensen die misschien nog wel fan willen worden, waar vinden ze jou terug op sociale media? Vooral op Facebook natuurlijk. Hè. Dus gewoon op Smoelenboek, dat is iets voor u. Op Smoelenboek, hè. Davy Wouters, privé is daar de naam. Ja? En ja, ik zit ook zo natuurlijk op die TikTok. Maar dat zou ik echt niet aan de mensen aanraden, want ik denk dat ze dan daar worden echt gewoon TikTok van als ja, je die bezig ziet. Ze gaan gewoon wegblijven dan, denk ik. Als ze dat allemaal zien. Ja, voilà. Dus als je de sociale media's beu zet, dan surf je gewoon even naar de TikTok van de Davy Wouters. Bartyboy, waar vinden ze jou op terug op sociale media? Aan mij kunnen ze ook likken op Facebook. Maar dat heb je graag, hè? Ja, ik word graag gelikt. Nieuwe zonnecrème. Zo is dat. Onder de naam Bartyboy. Ik heb daar ook nog sites, pagina's, Barty Boys, 90s Live. Gaat me jij niet genoeg, zeg. Gewoon op Instagram, Barty Boy, _ tekstradio. Ik ga dat meenemen, ik ga die hint meenemen. Ja, schijnt hoe meer dat je redt, hoe toegankelijker dat je bent. Hè? Ja, inderdaad. Voilà. Dan en vinden ze je gemakkelijk. Het enige is ja, dat je zo op alles dan van alles moet beginnen posten en zo. Ja, en dat vergeet ik soms dat is waar. Barty Boy 1, Barty Boy 2, Barty Boy 3. Inderdaad. Jurgen, ja, pak nu bijvoorbeeld morgen is er iemand, een evenement, die jou wil boeken als fotograaf. Kan dat? Ja. Ze kunnen mij boeken op mijn naam, op Jurgen van Loo. Mm-hmm. Ofwel op mijn pagina, dus, designer fotografie Jurgen. Ja. Of op mijn Instagram, op Jurgen van Loo, Jurgen. Voilà, boeken. De Jurgen van Loo. Zeg, zijn jij betaalbaar? Ik denk dat wel, hè. Ja. Ja, ja, ja. Zeg, ondertussen lees ik ook op onze chatbox. Ja, heel veel collega-artiesten die trouwens op de chatbox zitten. Ja. Lola Lee, ons Fabienneke trouwens, die 14 dagen geleden in de studio zat ook. Die was nummer 2 vorige week. Een soort, echt wel spannend aan de top. Trouwens, Fabienne, die gaan we straks nog horen. We gaan ook nog Davy Wouters live aan het werk horen, natuurlijk, met zijn goeie dag. Hè? Want hij heeft hier een hele goeie dag. Maar we zeiden het al, Lola Lee wordt gevierd, want Lola Lee, beste dames en heren, heeft eigenlijk vorige week al haar eigen record verbroken met 21 weken notering. En ondertussen, deze week, zijn het dat 22 weken geworden. Wow. En we dachten, bij de redactie van Tekstradio, laten we de 10 langst genoteerde platen uit 20 jaar Tekstradio eens even overlopen. Dit zijn de 10 strafste platen die het langst in onze hitparade stonden. Nummer 10. Leg de zee een droom. Reggie en Jake Rees en OT, Kom wat dichterbij, stonden 2 weken op nummer 1 en 17 weken in de hitparade in 2020. Hier een live versie die ze live gezongen hebben in de studio, want ze kwamen in 2020 langs in de studio. Daalman en Isabella A. Zij stonden ook 17 weken in die hitparade. Oeh, ik kan het vuur niet doven. Alleen jij. Toeristle MC en Horizon met zijn grote doorbraak uit 2016 stond 18 weken in de hitparade. Zij ging ons land vertegenwoordigen op het Songfestival in 2006. Ze kwam trouwens ook naar Tekstradio in 2006. Kate Ryan op 7 met 19 weken notering. Ja,
De wereld stond stil. In het programma Hart voor Mekaar op VTM kwam Andy Sierens en Hoover Phonic in beeld. Andy Sierens, ondertussen overleden, Mijn Leven, staat op 6 en 20 weken notering in de hitparade. Geloof me nu maar, koppeltje Ronnie, Arlando en Patrick uit 2012, 20 weken notering, nummer 5. Laat al die dromen nu maar, we hebben elkaar. Zonder die luxe en schijn, is dat genoeg om gelukkig te zijn. Hier! Ja, ja, daar. Hebben we de eerste plaat van Lola Lee die we tegenkomen samen met DJ Fiasco. Jij bent een lekker ding, goed voor 20 weken. Jij bent een lekker ding. Zeven. Daar hebben we nog een piepjonge CDV. Goed voor 20 weken notering op de derde plaats. Brieven uit dat verre land, maar een antwoord heb ik nooit gekregen. Eenzaam sta ik aan het stille strand. Ja, we zeiden het al, met de recente hit heeft Lola Lee gewoon haar eigen record verbroken. 22 weken, goed voor een tweede plaats. Wie staat er op nummer 1? Tekst Radio. Tekst Radio. De nummer 1. 1-1-1-1-1. 10 weken stond dit op nummer 1. 26 weken hitnotering in 2006. Goed voor de absolute topper op nummer 1. Rood van Marco Borsato. Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Vandaag is rood de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood wit blauw, van heel mijn hart voor jou. Spreeuw van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik loop de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste rode cent koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. Eén voor elk jaar waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent. Vandaag is rood de kleur van jouw lippen. Zijn. Vandaag is rood van rood wit blauw, van heel mijn hart voor jou. Schreeuw van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Nummer 1. 26 weken nummer 1. In die hitparade Marco Borsato en Rood. En als alles goed gaat, hebben we nu de nummer 2 aan de lijn. Dag Lola Lee. Dag lieve schat, dag lieve luisteraars, dag lieve gasten in de studio. Dag Lola Lee, wat geweldig. Een kort vraagje, ben je wel helemaal opgeknapt? Want je was toch ziek of niet?
Ik ben helemaal opgelapt. Ik ben wel een beetje half doof, dus je gaat een beetje harder moeten schreeuwen. Maar een groot applaus voor Lola Lee. Dankjewel. Voilà. Dank je. Ja, eigenlijk had je vorige week eigenlijk jouw record al verbroken natuurlijk. Hè, met die 21 weken. Maar ja, vorige week was er dan jammer genoeg geen live. Maar dat zetten we dan met heel veel graagte natuurlijk vandaag in de bloemetjes. Hè? Ik wil iedereen bedanken die dat mogelijk heeft gemaakt natuurlijk. Jullie zijn... super, dankjewel. Super, super lief. Ja, je weet het, hè? Nog 4 weken volhouden, dan heb je het absolute record. Ja, nee, maar ik denk dat ik volgende week, eruit geflikkerd word, toch? Dat weet ik niet, want je bent deze week weer gestegen, zie ik, in de hitparade van 14 naar 13. Dus het gaat weer vooruit met Lola Lee. Dus het kan allemaal. Maar Marco staat op nummer 1 met 26 weken. Dus, maar ja, Nederland is gekwalificeerd, dat weet je. Nederland, ja... Het is echt wel, ja, het was jammer, echt wel een topplaat natuurlijk, hè? Ja, dat is waar. Het gaat met de muziek, hè? Niet, we gaan niet over de privé dingen praten. Je hebt gelijk. Dat is waar. Dat is waar. Absoluut, dat is waar. Maar jouw plaat is ook een topplaat. 22 weken notering, dat is bijna een half jaar. Dat is een geweldige prestatie natuurlijk, hè? Absoluut. In Engeland staat hij in de top 50 ook al 7 maanden. Alleen staat hij deze maand op nummer 50, dus dat zal de laatste maand zijn. Maar ik vind het super, lieve CGV. Ja, ik ben helemaal vereerd. Ik ben helemaal top. En we hebben maar 15 plaatsen ook, hè? Dus, hè? Dat bedoel ik. Zeg, Lola Lee, heb jij een vraag voor onze gasten hier in de studio? Want ik weet dat je zo elke week graag eens een vraag stelt, natuurlijk, hè? Tuurlijk. Ik heb een hele leuke. Let op. Herinner je je eerste liefde nog? Ik denk dat ik bij Jurgen ga beginnen, want hij begint zo heel spontaan te lachen. Volgens mij heeft hij voor zijn lens gestaan. Nee. Heb je daar niet aan getrokken? Nee. Ik laat niet. Allee, vooruit. Ja, vertel het eens. Jouw eerste grote liefde. Dat was toen een meisje die... Ze was half doof. En ze was... Dus ze hoorde jouw gekreun al niet, dat is al goed, ja, hè? En ik had haar leren kennen aan de zee. En ze wou mij iets vragen en ik verstond haar helemaal niets, maar was de zee tegen mij. En het was zo... Aan de gebaren was echt de liefde aan het groeien. En dat was, ja, dat was iets moois. Ik was toen nog 6 of 7 jaar, pijs ik. Dat was mijn allereerste liefde. En je bent er jong aan begonnen, dus. Ja. Allee, vooruit. Zeg, Davy Wouters, herinner jij je dat nog, jouw eerste grote liefde? Ja, eigenlijk wel, want dat was eigenlijk met mijn communie. De echte grote liefde was eigenlijk de eerste keer met de communie. Wij moesten toen in de kerk gaan en wij moesten toen gaan leren hoe we alles moesten doen tijdens de communie. En daar is eigenlijk alles begonnen, met mijn buurmeisje. Met jouw buurmeisje. Ja, zo begint dat allemaal meestal, hè. Barty Boy, jouw eerste grote liefde. Goh, die herinner ik me niet meer, maar mijn tweede wel. Die eerste die stelde niet veel die voor, hè. Die eerste, allee. Dat was maar niks. Ja. Daarmee ben ik direct naar de tweede gegaan. En die herinner ik me nog. Dat was een goeie. Ik had echt een ander antwoord verwacht. Ja, voilà. Daarom dat we die op top tijden hebben gehouden, natuurlijk. En daarom ben ik nog altijd single. Ah ja, oké, we zijn mee. Ja, voilà. We zullen eens een programma beginnen met Textradio. Wie wordt de vrouw van Barty Boy? Wie wordt de vrouw van Barty Boy? Met Lola Lee in de jury. Ja, voilà, kijk eens aan. Heel graag. Heel graag. Ja, Lola Lee, zeg, herinner jij jou eigenlijk nog jouw eerste grote liefde? Eerst jij. Ik wist het, ik voelde het al aankomen. Hè. Mijn eerste grote liefde, ja, toen was ik 13, denk ik. Oei. Nee, ik hoop dat vriendje van toen niet aan het luisteren is, maar ik was toen met een schoolkameraad mee naar zee, Wenduinen was dat, in een caravan. En ja, die had zijn zus mee, die was daar ook bij. De zus van... Ja, de zus van het schoolvriendje, zeg maar. Ja. Maar ik sliep dus samen met het schoolvriendje op de kamer en de zus die sliep... apart. Ja. Dus er is eigenlijk zoiets beginnen groeien en eigenlijk, dat is eigenlijk wel smerig eigenlijk, ben ik expres beginnen ruzie maken met dat vriendje om toch maar op die kamer te vliegen met de zus. Bij de zus te moeten liggen. Ja, en daar hebben we dan een beetje, ja, hoe zeggen ze, een beetje gemuild, hè, ja. Ja. Wat begon het te groeien dan? Jij zegt, ja, het groeide niet, maar ja. Wat begon dan precies te groeien? Ik ben nu eigenlijk wel... Ah, wel, zal ik bij de Jurgen en mijn trekkerken, hè. Dat was toen, maar ja, maar ook ik al... weet, ik was toen nog in de leeftijd dat ik dacht dat dat voor pipi te doen was, dus ja, met... Dat was toen maar ook... Maar nu weet je wel beter, toch?
Ja, ja, nu weet ik dat je dat voor verschillende dingen kunt gebruiken, dat is waar. Ja, de Barty Boy die weet dat nog niet, maar die... Ja, ja, nee, ik heb het ontdekt onlangs. En het al ontdekt, dat je er meer mee kunt doen dan... Ik denk dat ik met Jurgen een duo ga vormen, zo. Ja? De trekker en een dekker. De trekker en een dekker, ja, dat gaat goed komen. Trek en dekker. Oké, team. Maar Barty Boy heeft meer verstand van smeren, toch? Van smeren en spuiten en zo. Ja. Voor het vettige werk moet het bij Barty Boy zijn. Inderdaad. Die maakt het gewoon af. Zeg maar, Lola Lee, hoe zit dat bij jou? Wat? Ja, jouw eerste grote liefde. Of is jouw eerste grote liefde nog jouw huidige liefde? Want dat kan ook natuurlijk, hè? Ja, dat kan. Mannelijk of vrouwelijk, bedoel je? Oh, zeg, we gaan moeilijk doen, hè. Ja, ik weet dat niet. Ja, bedoel... Allee, zullen we bij vrouwelijk beginnen? Dat is heel lang geleden. Maar het is allemaal heel lang geleden. Natuurlijk, ik heb hele leuke liefdes gehad. Eerste grote... Ja, die herinner ik me nog wel. Was, ja, ja. Mannelijk was... Ik heb ook een frituur gehad. Ja? En die, ik zag hem voor de eerste keer. En ik... Tussen de curryworsten. Ja, nee, frikadellen. Ja, deen frikadellen is de andere niet, hè? Dat is waar. Nee, dat weet ik inmiddels ook, hoor. Ik had dus een frikadel in de handen en die liet dus in het vet vallen. Ik heb me helemaal verbrand. Ik was helemaal, ja, helemaal into the man. Ja, ja. Ja. Allee, vooruit. En, sappige verhalen hier bij Tekstradio. Toen hebben we nog een relatie gehad van 6 weken. En toen was het 6 weken? Ja, was, amai. Ja. Ja. Toen had het toch, toch niet voor het record gegaan, hè? Nee. Goed, nee, zeg, dat ben je, ja. Lola Lee, we gaan draaien aan het rad ook voor jou, want ik weet dat je ook zo'n keer graag draait aan dat rad, hè. Nul, ik wil op nul werken. Wil jij de nul hebben? Nul. Maar we zullen je al direct de nul geven anders, hè. We zullen toch maar draaien, zeker. Credits. Dat zijn 2 nullen. Mijn eentje voor. Dat is ook goed, hè. Is dat 100 euro dan? Of? 100 credits. Ja, ja, ja. Toch proberen, hè. Ja, ja, ja. Altijd. Dat is voor je reiskosten te betalen als je nog een keer naar het festival komt, hè. Dat is prima. Dat gaat van tafel. Dank u. Dank u. Wie wil je nog allemaal de groeten doen vanuit Nederland? Iedereen, lieverd. Iedereen. Dat vergeet ik niemand. Dat is waar. We gaan uiteraard jouw Passion nog eens op de luisteraar loslaten met de dat leuke beelden erbij vanuit Kasteel van Hoen, van het Kasteelfestival van vorig jaar natuurlijk. Hè. Is er nog iets dat jij kwijt wil? Ja, ik wens iedereen fantastisch, leuk, heerlijk, ondeugend weekend. Ondeugend. Vooral ondeugend, ja. Zeg Lola Lee, weet je wat leuk zou zijn? Het is gewoon dat jij jouw recordplaat Passion gewoon zelf aankondigt en dan wens ik je een fantastisch weekend. Is goed. Lieve mensen, hier komt die Passion. Passion.
hoogst genoteerde plaat in onze hitparade. Nummer 2 aller tijden, 22 weken. Benieuwd of ze er volgende week naar 23ste week aanbreidt. Passion van Lola Lee natuurlijk, hier bij Tekst Radio. Tekst Radio Festival, dit met tal van optredens van Vlaamse artiesten. Queen of the Models. Zondag 28 augustus. In Kasteel Hoen, de Gebes. Kasteel Festival 2022. Zeker en vast noteren in die agendas. 28 augustus gaat het allemaal gebeuren. Onze tweede jaargang van het Kasteelfestival op de leuke locatie, op de leuke domeinen van Kasteel van Hoen in samenwerking met Queen of the Models. Met ook Queen of the Models natuurlijk helemaal aanwezig natuurlijk. En ook meer dan 35 artiesten. Onder andere Davy Wouters, Fabienne, Lola Lee, ze zijn er allemaal bij. Het zijn er heel veel om op te noemen. Maar de volledige line-up die komt binnenkort wel heel binnenkort online. Ik ben benieuwd wie onze volgende beller is geworden. Druk. Goedenavond. Goedenavond iedereen in de studio. En we zitten in Limburg, zeg. In het Verre Mazijk bij Elvierke. We zien jou ook, Elvierke. Dag, Elvierke. Dag, lieve TV'tje. En er wordt al meteen gezwaaid. Ze kennen de code al. Ja. Vertel het eens, Elvierke, want we geraken zo'n beetje in tijdsnood. Dus we moeten al een beetje sneller overheen gaan, natuurlijk. Jij hebt een vraag voor onze gasten, hè? Ja, ik heb één speciale voor Davy en één voor iedereen. Ene speciale, dus voilà, ja. Allee, dan Davy is weer speciaal. Dat wordt een hele speciale. Ja, we gaan met een speciale vraag beginnen. Ik ben benieuwd. Hey Davy. Hey. Wil je eens op de radio zo heel gek doen hoe je altijd op die filmpjes doet? Goh. Ik stel voor dat je gewoon even een filmpje boven haalt. Ja, ik heb eentje klaarstaan hier. We gaan even... regie, kunnen we even een screen... Ja, kijk, voilà. We zitten heel dicht bij jou nu. Ik stel voor dat je het gewoon laat zien en dat je het ook, terwijl aan de micro... Up, ja, laat horen en gewoon zo in beeld. En dan kunnen we even kijken naar een filmpje, zo'n TikTok-filmpje van onze Davy. Ben je er klaar voor? Ja. Oh, Davy, je bent geweldig. Ik wil ook zo'n gebit. Dat doen we dus tijdens pauze. Ja, geweldig, hè. Dus TikTok, gewoon TikTok. Davy Wouters neem ik aan. En dan vinden ze al die onnozele, ja. onnozele video's. Staan er veel op, zo. Er staan er heel veel. Maar eigenlijk is het een beetje een teleurstelling voor mij vanavond. Want eigenlijk, toen we jou boekten, had ik eigenlijk die smoel voor ogen. Ik zeg niet. Oh. Ik krijg weer een gewone Davy Wouters op bezoek, zeg. Nee. Ja, geweldig natuurlijk. Hè. Heel veel mensen. Kijk, voilà, ze daar al meteen een gekke smoel. Elvierke, ben je er blij mee? Ja, natuurlijk. We kunnen weer lachen. Natuurlijk. Ah, dat is zeker. Dan gaan we al zeker beginnen printscreens nemen, hè, zoals ze zeggen. kunt dat nog later tegen hem gebruiken, natuurlijk. Ja. Je hebt nog een vraag voor de rest? Ja. Vraag maar. Wat zijn jullie toekomstplannen? De toekomstplannen. Jurgen, wat zijn jouw toekomstplannen? Ik heb eigenlijk geen plannen, maar... Ik ben gewoon bezighouden met wat ik aan het doen ben en blijven groeien wat ik heel graag doe. Dus, En blijven trekken. En blijven trekken. Voilà. Davy Wouters, ja, de vraag kan ook aan jou gesteld worden. Wat zijn voor jou de toekomstplannen ja, eigenlijk? De toekomstplannen zijn natuurlijk nog vele muziek uitbrengen en wie weet soms als komisch echt een keer gaan doen. Hè? Ja, eigenlijk zo'n komisch programma, dat zou echt iets voor u zijn, denk ik. Samen met de Barty Boy. Met de Barty Boy, ja. Ja, zo de natten en de droge. Ja. Barty Boy, ja, hoe zit het bij jou? Mijn toekomstplan, zo'n beetje gelijk Jurgen, maar dan blijven dekken. Hè. En, ja, dat trekken ze al verleerd. Het is dat, hè. En voor de rest, toekomstplan... Binnen een maand nog eens op vakantie. Gaat u niet anders. Frankrijk. Je ziet waar dat geld zit, hè? Inderdaad, hè. Met ons moeder en ons vader nog eens op vakantie voor hun 30ste huwelijksverjaardag. En voor de rest, naar de Tekstradio studio komen van de zomer. Met weer op vrijdagavond een hele leuke zomershows. Absoluut, zomershows. Absoluut. Voilà. Elvierke, we gaan draaien aan het rad voor jou. Goedemiddag.
geen 50 euro, maar wel 50 credits. Ze zijn helemaal voor jou. Dankjewel, lieve CDW'tje. Alsjeblieft. Zeg, vertel eens, wie wil je daar nog allemaal Limburgse groeten over maken? Aan jullie allemaal in de studio, aan mijn lieve mama, aan Margarino en Weske, aan iedereen op Skype, iedereen op de chat en iedereen die herbeluistert. Dat is geweldig. Trouwens, 14 dagen geleden was Fabienne hier een van de gasten in de studio. Hou je van haar muziek? Ja, ze zingt super mooi. Ja, het is een lieve dame ook, hè? Ja, en jij een lieve heer, hè? Oh, Sigurd een kamer, hè? Oh, ga jij die betalen? Jij sponsoren? Ja, zal ik je sponsoren. Jij bent toch gewend van te dekken, hè? Ja, inderdaad. Goed. Zeg, Elvierken, is er een plaat waarmee je jou een groot plezier kunnen doen? Ja, jouw nieuwe single natuurlijk, maar dat is dat samen. Die komt er nog aan, want ons Fabienne die is deze week blijven staan voor de derde week op de derde plaats, op de tweede plaats, excuseer. En haar fantastische liedje, Mijn Dromen, heeft ze dus toen live gezongen in de studio. Wat denk je? Gaan we die nog eens op de luisteraar loslaten? Ja, doe maar. Tuurlijk, hè. Dan mag jij die gewoon aankondigen, dat gaat Fabienne heel leuk vinden, want die zit trouwens op onze chatbox en die luistert mee. Goed. Hier is Fabienne met Mijn Dromen. Tekst Radio Live. Altijd sfeer en meer. Zittend op de rand van een boot, waait de wind door mijn haar en neemt mijn dromen mee. Zittend op de rand van een boot, zie ik jou weer spiegelen in de zee. Als je wil, neem ik je mee in mijn droom. Maar het water is te diep, de berg te hoog. Het mag niet zijn, het kan gewoon niet zo zijn. Liggend in het zand op het strand, brandt de zon op mijn huid, mijn dromen op de vlucht. Liggend in het zand op het strand, zie ik jou weer spiegelen in de lucht. Als je wil, neem ik je mee in mijn droom. Maar het water is te diep, de berg te hoog. Het mag niet zijn, het kan gewoon niet zo zijn. Het mag niet zijn, het kan gewoon niet zo zijn. Genietend op een bank in het park, niet verwacht. Mijn dromen gaan op jacht. Genietend op een bank in het park, zie ik jou daar in die bloemenpracht. Het mag niet zijn, het kan gewoon niet zo zijn. Het mag niet zijn, het kan gewoon niet zo zijn. In mijn dromen met z'n twee, zonder schroom. Als je wil, neem ik je mee in mijn droom. Jij was bij me toen ik sliep, de tijd vervloog. Maar het water was te diep, de berg te hoog. Het mag niet zijn, het mag gewoon niet. Zo zijn, het mag niet zijn, het kan gewoon niet zo zijn. Nummer 2 deze week in onze hitparade. Woo! En ook genomineerd voor de Tekstradio Zomerhit 2022. En ze komt ook optreden op ons festival op 28 augustus. Fabienne op 2.
We hebben een laatste beller op antenne. Goedenavond. Goedenavond, ik kom ook optreden. Komde jij ook optreden? Ja, Joske Vermeulen. Geweldig. Dag Ronnie, onze sympathieke buurman. Goedenavond allemaal. Van de vriendelijkste radio van het land, hè. Ah ja, hè. Het is daar een vriendenradio, hè. Radio Friends, dus alles goed daar? Ja. Ik heb dat je daar mijn draaien aan. Allee, vooruit. Zeg, zijn ze dat doorgedraaid? Ja, ik ben helemaal doorgedraaid. Allee, dat is dan mee dat we u niet zien, hè. Je durft u niet laten zien, hè. Ja, ik had dat al door, hè. Ik ben aan het eten nu op dit moment. Zijn je aan het eten? Wat zijn je nu momenteel aan het eten op dit moment? Ah, wel, aardappel, rode kool en chipolata. Dat is ah, wel, binnen 13 minuten hebben wij gedaan. Binnen 13 minuten. Komen af. Binnen 13 minuten hebben wij gedaan. We komen af. Er houdt nog een patatje over, hè. Als ik al de deur op te doen. Dat is goed. Zeg, jij hebt nog een vraag voor onze studiogasten. Heel snel. Ja. Heb je ooit gelogen? Jurgen, heb jij ooit gelogen? Heb je ooit gezegd van ik heb getrokken, maar eigenlijk had jij geduwd? Oh. Op de knop, hè, van de trekken, hè? Ja. Ja, maar ja, ik zie nu allemaal zo bedenkelijk kijken, nee. Ja. Iedereen in zijn leven heeft al een keer gelogen, dus ik ook eigenlijk. Dus ik kan eigenlijk geen precies een leugen vertellen, maar het zijn er toch soms veel. Davy Wouters, heb jij ooit al gelogen? Ja, zeker en vast. Dat is vroeger zeker en vast al gebeurd. Hij is braaf geworden. Ja. Een leugentje op best wil zo. Ik moet hè? Wel braaf zijn. Ja, dat is waar. Zeg, Bartieboy, heb jij ooit gelogen? Als ik nu nee zeg, dan ben ik aan het liegen. Dat is een hele goeie. Voilà, kijk, dan zeg. Dus zeg, ja, iedereen denk ik wel denk eens. Iedereen, een leugentje om best wil of zo. Ronnie, zeg jij gewoon even nee, dat jij nog nooit gelogen hebt. Ik lieg elke dag. Oei. Ah, ik dacht al te zeggen, je gaat leugenaar. Ja, ik heb nog nooit gelogen. Nog nooit. Een nul, jong. Dat is niet gelogen, hè. En dat is ook niet gelogen. Ik kom dadelijk naar de studio, hè. Ik kom die rat halen. Kom dan dat rat halen, jong. Allee, vooruit, zeg. Goed, zeg, als je ons een betere bezorgd, is dat altijd mooi meegenomen natuurlijk. Hè. Ronnie, doe nog snel de groeten. Aan jou, aan Bartieboy, aan Jurgen dacht ik, aan Davy Wouters natuurlijk dankjewel. Ook. Dankjewel aan daarvoor. Iedereen die luistert, iedereen die niet luistert, iedereen die kijkt, die niet kijkt. Alleen maak het af, vriend, want we moeten doorgaan. Ronnie, we gaan trouwens Davy Wouters, die ook bij jou in de studio was enkele weken terug, gewoon volledig live aan het werk zien en horen. Dus ik zou zeggen, beste dames en heren, geniet ervan, want zijn nieuwe single staat deze week op nummer 8 en hij brengt hem volledig live vanavond. Hey, bonjour en Davy Wouters! Hoppa! In de zomer, ik was in Parijs, bij Montmartre. Op de rand aan de Champs-Élysées zag ik haar. Zij was jong, wonder mooi en zo lief. Ja, dit meisje werd mijn hart te dief. Parisienne, l'amour pour toujours. Allez, allemaal samen! Hey, bonjour, mijn kleine mademoiselle, zo heel mooi, in het Frans trebel. Jouw taal kan ik niet zo goed praten, ik hoop dat je alles begrijpt. Hey, bonjour, mijn kleine mademoiselle, slechts voor jou, slaapt mijn hart zo snel. Met haar wil ik even gaan leven, oui, je t'aime, ma chérie, pour toujours. Hoppa! Zomer, ik was in Parijs aan de Seine. Aan een tafel voor twee in bistro, mon amour. Heel die nacht liepen wij bij elkaar. Samen douchen, het ontbijt stond al klaar. Grote liefde tussen haar en mij. Hey, bonjour, mijn kleine mademoiselle, zo heel mooi, in het Frans rebel. Jouw
taal kan ik niet zo goed praten. Ik hoop dat je alles begrijpt. Hey, bonjour, mijn kleine mademoiselle, slechts voor jou slaat mijn hart zo snel. Met haar wil ik eeuwig gaan leven. Oui, je t'aime, ma chérie, pour toujours. Hoppa! Hey, bonjour, mijn kleine mademoiselle, zo heel mooi, in het Frans verbel. Jouw taal kan ik niet zo goed praten, ik hoop dat je alles begrijpt. Hey, bonjour, mijn kleine mademoiselle, slechts voor jou slaat mijn hart zo snel. Met haar wil ik eeuwig gaan leven. Oui, je t'aime, ma chérie, pour toujours. Met haar wil ik eeuwig gaan leven. Oui, je t'aime, ma chérie, pour toujours. Hop. Live in de studio, Davy Wouters en Hey Bonjour. En dit zijn de 10 strafste platen uit ons overzicht. Tekst Radio, top 10. Top 10. Overzicht van deze week. Nummer 10. De meisjes van Top Op stijgen deze week vurig vooruit naar 10. Waar jij ook wil gaan en wat je ook mag doen. Eén plaats vooruit voor de jongens en wij op 9. Ja, net live gehoord op nummer 8, Davy Wouters. Mooi, in het Frans rebel, jouw taal kan ik niet zo goed praten. 7. De dochter van Philip Dazen gaat vooruit van 8 naar 7. Centrale gasten van 2 weken terug. Jana Maria blijft staan op 6. Eén plaats achteruit, ook genomineerd voor de zomerhit Houston van 4 naar 5. Als een tornado raast je door mijn hoofd. Hij komt trouwens langs in de studio op 1 juli. Haasje over met Pommelie Dijs, want zij stijgt van 5 naar 4. Blijven staan op nummer 3, Jana Adams en Zomerlief. Strand en zee, body of the land. Hey! Genietend op een bank. De derde week op de tweede plaats, Mijn Dromen van Fabienne. Dromen gaan op jacht. Tekst Radio. Tekst Radio. De nummer 1. 1. 1. En al 4 weken op nummer 1 staat in de sterren geschreven, u gebracht door Aïssa en CDV. CDV. Aïssa, ja? Ik heb iets te melden. Heb jij iets te melden? Ja. We staan op nummer 1! Woehoe! Het stond in de sterren geschreven! En het blijft er staan. Stemmen. Blijven stemmen. Ontzettend dankbaar. Dank je wel, lieve luisteraars. Lieve dames en heren van Tekst Radio. Heel speciaal, live gebracht voor jullie. Samen met onze lieve Aïssa. En onze lieve CDB. Ja. Die staat in de sterren geschreven. Een vliegtuig vertrekt en knipoogt zich een weg naar het noorden. Ik buig me voorover en kijk door het kleine raam. Ik kan jou niet meer zien, maar toch hoor ik nog duidelijk de woorden die jij tot me zei toen het tijd was om weg te gaan. Een applausje voor Aïssa! Als ik jou niet zie, voel ik me totaal verloren. Zie je, schitteren. Het walenslicht dat plotseling zoek is geraakt. Wees maar gerust, ik zal toch altijd bij je horen.
sterren geschreven. Staat in de sterren geschreven dat wij voor goed samen horen. We zijn voor elkander geboren. Staat in de sterren geschreven. Staat in de sterren geschreven dat jij de enige bent die voor mij is bestemd. Ja, voor de vierde week op nummer 1, waarvoor onze grote dank natuurlijk. We zijn jammer genoeg aan het einde gekomen van deze tekstradio live. Oh. Een hele dikke dankjewel aan al onze kijkers, aan al onze luisteraars, onze bellers, onze chatters, onze skypers, maar ook onze gasten. Groot applaus, dankjewel Barty Boy. Graag gedaan. Wil je nog iets kwijt tegenover de fans, de luisteraars, jouw volgers? Ja, bedankt om te luisteren en gewoon blijven volgen hier bij Tekstradio. Alstublieft, dankjewel. En het is graag gedaan, begon. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ook een groot applaus voor de sfeerfotograaf van Queen of the Models, Jurgen. Hey. Jurgen, wat wil jij nog kwijt tegenover de fans en de luisteraars? En de meisjes van Queen of the Models misschien? Volgens mij een grote heer om hier te komen. Een grote heer? Ik ben de grote heer. Hè? Ja, het laatste bandkrabbeetje van de dag natuurlijk, hè. Absoluut. Bedankt om te luisteren, om te kijken en... Voilà, toppie. En ja, we zien jou trouwens terug voor de laatste keer, dacht ik, dit seizoen. Weken, ja. In de seizoensfinale samen met Steven, Nico, Sandra en Christel. Ook een groot applaus voor Davy Wouters! Ja, Davy, vertel het eens. Wat wil jij nog kwijt tegenover je fans, de luisteraars, de volgers? Zeker vast. Bedankt voor de uitnodiging hier bij Tekstradio. Ook aan alle luisteraars en alle volgers. Dank wel om blijven te volgen. Zeker vast blijven luisteren naar Tekstradio. En natuurlijk niet vergeten, stemmen natuurlijk. Hè, dat we nog iets omhoog raken. Absoluut. Maar dat is al bewezen. Hè, dat je, als je langskomt, dat toch wel een beetje op het vootgedrag gaat werken. En trouwens ook genomineerd voor de Tekstradio Zomerhit met heel wat leuke... Leuke collega's, je komt ook binnenkort naar ons Tekstradio Kasteelfestival. Zeker samen met Queen of the Models op 28 augustus. Daar kijken we allemaal naar uit. Ik wens jullie allemaal een geweldig weekend. Dankjewel voor de komst naar de studio. En nog heel veel succes. En wat mij betreft heel graag tot maandag. Salutjes! Is weer voorbij. Tekstradio. Tekstradio. Goeie avond.